Ik heb echt ook zin om herinneringen op te halen. Het voelt wel als heel lang geleden eigenlijk. Dat is het ook wel een beetje. Tenminste, ja, het is toch alweer meer dan 3 maanden geleden. Ja, ja. Toen ik net zo door de stad liep, toen kwam ook wel zo onze allereerste contact bij me op. Ja. Want wij kruisten elkaar op het pad of zo en jij zei, de walker. Ja. Blijkbaar had je het beeld van mij, de walker. Ja. En ik had het beeld van jou, die op het bankje. Die op het bankje zit. Ja. Nee, dat was echt. Dat is op een gegeven moment, naarmate de dagen doorgaan, dan ga je toch, ondanks het feit dat je vooral met jezelf bezig bent en niet zozeer naar de anderen kijkt. Maar ik zag de hele tijd als ik op het bankje zat, zag ik gewoon zo voetjes in een behoorlijke pas, zag ik voorbij komen. En dat was jij de hele tijd. Dat waren zelfs steeds dezelfde flippers. Ja, ja, precies. En ik zag dan alleen de flippers, want ik ging jou niet echt aankijken. Oh, want dat is niet de bedoeling. En toen, ik heb dus ook geen idee. Dus ik zei de walker en toen bleek jij ook nog Nederlands te zijn. Sterker nog, toen bleek jij, en daarom ben ik heel blij dat je hier zit, gewoon niet zomaar een willekeurige Vipassana-ganger te zijn. Nou ja, eigenlijk wel. Nou ja, dat zijn we allemaal. Nee, oké, dat zeg je mooi. Maar laat ik het zo zeggen, je doet het al een aantal jaren. En ook daar in België waar ik was. Hoeveel jaar kun je? Mijn eerste cursus is bijna 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. Ja. En dat betekent dan dat je dus sinds die tijd, wel minimaal 1 keer per jaar dat hebt gedaan? In het begin zijn we zoals veel mensen het een beetje kwijtgeraakt. Ah, oké. Okay. En in 1997 heb ik mijn tweede cursus gedaan. En sindsdien mediteer ik ook regelmatig. De cursus, we hebben het over Vipassana. Tegenover mij zit Roger Foxius. Ik ben heel blij dat je er bent. Want je komt ook helemaal niet uit de buurt. En je hebt gewoon, ik wil zeggen een druk leven, maar ook weer niet. Maar je moest er wel even tijd voor maken. Laten we misschien toch even beginnen met de basisvraag. En als je daar op zelf googelt, dan kom je vele verklaringen en definities tegen. Wat is Vipassana? Vipassana betekent eigenlijk inzichtmeditatie. Leren de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Niet zoals ze zich voordoen, niet zoals je graag zou willen dat dingen zijn, maar echt pure observatie van hoe de werkelijkheid is. Mooi, ja, dat is wat het is. Betekent het ook zoiets? Letterlijk? Ja, inzicht. Inzicht is wat Vipassana betekent. Vipassana is eigenlijk, staat voor inzichtmeditatie. Ja. En wat was dan in 1997 de reden voor jou om te denken, oké, vanaf nu ga ik dit volhouden en niet eventjes zomaar een keertje doen als dat je daarvoor gedaan hebt, zoals ik dus ook vooralsnog gedaan heb. Ja, eigenlijk was toen ik bij de eerste cursus terecht kwam, en misschien komen we er later nog op hoe dat gebeurde. Dat was na een lange zoektocht, na een geschikte oefening. Want ik had de jaren daarvoor vrij veel theoretische kennis opgedaan over de Dharma, de teaching van de Boeddha. En op een gegeven moment ontstaat dan toch de behoefte om dat ook te verwezenlijken. Ja, om het echt te voelen, om het echt te doen. Omdat de hele leer van Boeddha baseert eigenlijk op directe ervaring. Ja. En zolang je alleen maar boeken leest of lessen volgt, blijf je op een redelijk oppervlakkig niveau daarmee bezig. Ja, dan is het puur kennis. En op een gegeven moment kwamen wij door allerlei omstandigheden in een Goenka-cursus in India terecht. Dat was in 1994. En dat was eigenlijk als een soort thuiskomen. Ik had gelijk zoiets van, het was ontzettend moeilijk, die eerste cursus, zoals voor veel mensen. Mm-hmm. Maar ik voelde wel, eigenlijk kan de zoektocht hier stoppen. Ik heb gevonden waar ik nou op zoek was. Ja. Maar goed, het dan ook daadwerkelijk blijven doen in het dagelijks leven, dat is nog een ander verhaal. En dat is in het begin dus ook niet gelukt. Toen heb ik 3 jaar later een tweede cursus gedaan. Dat was hier in het Westen trouwens, in een gehuurde locatie in België toen. En toen was het duidelijk van,
dit is het. Dat wist ik al in de eerste keer, maar nu ook echt serieus aan de slag. Maar is het dan iets, want dat zeg je al een beetje, eigenlijk houdt het ook nooit op? Dit houdt nooit op. Nee. In de cursussen hoor je ook in het begin, je start eigenlijk op vrij grove niveaus van de geest. En dat kun je eigenlijk oneindig verfijnen. Ja, ja. Daar kun je steeds dieper induiken. En een heel mooi beeld dat ik zo heb is, Peter Brook, die heeft ooit de Mahabharata verfilmd. Een van de grote epossen, grote verhalen in India. En in de openingsscène zie je een jongetje door een niet nader gedefinieerde ruimte waar allemaal doeken hangen. En steeds doet hij weer een doek opzij en hij ziet iets anders. En dan doet hij weer een doek opzij. En zo voelt dat voor mij in de meditatie. Schilletjes die afgebeld worden. Ook. Ja. Je hebt vaak, als je begint, dan is het één grote brei in je hoofd. En dan krijg je een beetje een glimps. En dan is het alsof je zo'n doekje open schuift. En zo kun je eigenlijk oneindig verder. Ja. Nee, dan vind ik het ook, maar dat is een beetje taalpurist die ik ben, dat jij het dan toch een zoektocht noemt, omdat ik het zelf veel liever heb over een ontdekkingstocht. Okay. Omdat er is geen einde. Hè? Een zoektocht zou kunnen voelen als, oké, en nu is het klaar, gevonden, punt. De zoektocht is in die zin klaar als je een methode gevonden hebt waarvan je denkt van, dit is het voor mij. Maar dan moet je uiteraard daarmee aan de slag. Nou, het is ook wel precies zoals Goenka dat leert, zoals jij het omschrijft met de wijsheid, dat je dat in eerste instantie ontvangt. Dan ga je het onderzoeken. Ja. En dan, dan komt eigenlijk de vipassana. Dan ga je het voelen, zeg ik maar. Toch? Ja. Wat was die allereerste keer? Daar ben ik dan toch gelijk nieuwsgierig naar. Mijn eerste cursus? Ja, hoe je daar dan zo bij kwam. Voor veel mensen, en dat geldt voor mij ook, begint eigenlijk zo'n zoektocht met tegenslag in je leven. Tuurlijk, ja. De dag na mijn 20e verjaardag overleed mijn vader, plots en onverwacht. Oh. En even later verongelukte twee vrienden van mij, die hadden een motorongeluk. Die jongen had niks, een meisje was op slag dood. Goh, ja, dat zijn zo'n momenten in het leven waar je begint na te denken van, wat heeft het allemaal voor zin als het zo plots afgelopen kan zijn? Je zoekt troost, je stelt meestal de verkeerde vraag waar geen antwoord op is. Ja. Namelijk waarom? Waarom? Ja. Waarom overkomt mij dit? Ja. En op dat mij, daar komen we straks zeker nog te spreken. Je vindt geen antwoorden. En ik ben katholiek opgevoed. Was toen al niet meer echt praktiserend, moet ik zeggen. Maar ik vond daar ook geen enkele houvast of troost of wat dan ook. En op een gegeven moment vertelde een vriend van mij, die was in Nepal geweest. En ik wist toen helemaal niets over boeddhisme of over Oosterse wijsheden. Ik was geïnteresseerd in natuur en bergen. Oh, okay. En hoorde wel dat daar fantastische mensen leven. Dus ik vertrok ook naar Nepal, direct na het einde van mijn studies. En was daar eigenlijk veel te vroeg in het seizoen. Ik kwam daar midden in de winter, probeerde ik Solo Kumbu, de Everest, de beklimming, te bereiken. Niet te gaan klimmen, maar gewoon trekken. Maar omdat ik zo vroeg in het seizoen was, waren daar bijna geen toeristen onderweg. En dan heb je overal in die dorpjes zo onderweg zitten van die lodges waar je kunt eten en overnachten. En ja, het was daar 's nachts heel koud. En meestal vroegen die mensen dan, je bent de enige toerist, vind je het goed om bij ons in de keuken te zitten? In plaats van dat zij de ruimte voor de Westerners moesten stoken. Dus ik zat daar heel vaak 's avonds in een familie. Vaak drie, soms vier generaties, allemaal samen in één keuken om de enige vuurplek in huis, waar ook gekookt wordt, maar die ook als kachel dient. Ja, en dat was een hele bijzondere ervaring. Die mensen waren ontzettend gastvrij, heel erg zichzelf. Die hadden er blijkbaar geen last van dat daar
zomaar een vreemdeling in hun midden zit. En op een gegeven moment, als het eten klaar was, dan ging iedereen daar gewoon liggen. En iedereen sliep ook in diezelfde ruimte. En de volgende ochtend, als het licht buiten wordt, staat iedereen op. Dan krijg je ontbijt en je trekt verder. Alleen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, niet alleen die mensen lijken heel relaxed, maar ik voel me hier ook ontzettend op mijn gemak. Er is een bepaalde sfeer. En ja, dan wist ik natuurlijk, oké, die beoefenen Tibetaans boeddhisme. Maar dus ik raakte wel geïnteresseerd om daar iets meer over te weten, van hoe komt die levenshouding van die mensen. Want deden ze ook in die keuken meditaties en zo? Of? Nou, de oudste generatie, die zitten dan met die gebedsmolens. Die zitten de hele avond mantras te mumpelen. De tweede generatie, die kookt, die doet de praktische dingen. En de kinderen, die zaten op Nintendo's. Oké, dat is gewoon alles door elkaar heen. Ja. Maar het kon ook allemaal in diezelfde alles ruimte. Alles was goed, ja. Soms had je kinderen op je schoot zitten. Het was echt een hele prettige sfeer. Ja. Ja, en toen, na die trektocht kwam ik terug in Kathmandu. En daar was toen al een hele mooie bookstore, de Pilgrim Bookstore. En dan ga je eens kijken van, ja, iets lezen over boeddhisme. Maar dat viel me in het begin heel erg tegen, omdat veel boeken waar ik... Je mocht daar uren zitten, hoor, je kon daar bladeren. Maar veel boeken waren heel analytisch. Zo van, ja, je hebt de vier dit, je hebt de acht dat. Droge literatuur, moeilijk in te komen. Tot ik op een gegeven moment een boek tegenkwam, dat zit ook daar in mijn tas. Oké, nou, we gaan heel natuurlijk gelijk naar de boeken dan. Ik vind het goed. Pak maar het boek erbij. Oh. Ja, tuurlijk. Dan, Want ik heb eigenlijk drie boeken meegenomen. Ja. Twee daarvan gaan over de aanloop naar Vipassana, het onderzoek. Ja. En eentje heeft dan rechtstreeks met de Vipassana meditatie te maken. Maar dat eerste boek waar je het over had? Het eerste boek. Ik heb het hier in het Duits. Ja? Want dat is mijn moedertaal. Ik ben in België met Duits en Frans opgegroeid. Een boek, dat is een biografie over het leven van Siddhartha Gautama, de historische Boeddha. Ja. Geschreven door Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik. Ah, ja. Die heeft een mooie boek geschreven. Die heeft hele mooie boeken geschreven. En dit is werkelijk een fantastische biografie. Het is geschreven vanuit een kind, een jongetje in het begin, een onaanraakbare in India, dus die tot geen enkele kaste behoort. En dus eigenlijk ook niet in de buurt van Boeddha, van hogere kastenleden mag komen. Maar hij ontmoet Siddhartha op het moment dat hij eigenlijk zijn strenge askese, want hij trok uit, hij verliet het paleis, zocht verschillende meditatieleraren op, had eigenlijk alles geleerd wat te leren viel op dat moment. Maar hij was nog niet. Maar hij merkte, ik ben er nog niet. Nee. En toen ging hij met vijf vrienden samen eigenlijk een hele strenge askese doen. Echt het lichaam martelen, uithongeren. Tot die merkte na een aantal jaren van, ja maar, als ik zo doorga, dan sterf ik en dan heb ik nog niks bereikt. Dus hij besloot die askese af te breken en toch richting de stad te gaan om eten te bedelen, zoals de monniken dat deden. In zijn eentje of met die vrienden? Nee, die vrienden die gingen door en die zagen hem ook als een beetje als zwak. Hij houdt het niet meer vol. We laten hem maar gaan. Op weg naar de stad valt hij eigenlijk flauw en kan niet meer verder. Is zo verzwakt dat hij niet meer verder kan. En dan komt een meisje uit het dorp, die is met offerings voor de goden in het bos onderweg. Maar die ziet daar een jonge monnik liggen en denkt, ik kan hem beter wat te eten aanbieden. En zo knapt hij weer stilletjes aan op. En dat meisje besluit gelijk, ik breng die man vanaf nu elke dag wat te eten. En daar waar hij mediteert, en dat is dan al onder de boom, in Bodh Gaya, waar hij later de verlichting bereikt. Daar ontmoet hij ook een jongetje, die is dan 10 jaar. Die hoedt buffels van andere mensen om zijn gezin, want ze zijn wees, dat hele gezin. Dus hij moet op zijn 10e dat hele gezin al onderhouden. En hij ontmoet Siddhartha. En
is natuurlijk bang in eerste instantie, ik mag niet eens in zijn buurt komen. En die roept hem gewoon en zegt van, ga maar even zitten. En die worden een soort van vrienden. En vanuit dat perspectief begint dat boek eigenlijk. En die jongen maakt dus ook de verandering mee. Die ontmoet Siddhartha ook de nacht nadat hij echt de verlichting bereikt heeft. En ziet gelijk een grote verandering. En besluit die dag, als ik oud genoeg ben, dan wil ik zijn leerling worden. En later, op zijn 20ste, wordt hij ook opgehaald en in de Sangha, in de gemeenschap van de monniken, opgenomen. En dit is in hoeverre... dit zijn de feiten. Tenminste, weten we dat zeker? Dat weet ik gewoon niet zo goed hoe dat zit met het verhaal van Boeddha. Nou, je ziet de bepaalde aspecten, daar zijn verschillende versies van. Ja, ja. Maar de basis? De basis dat hij als prins geboren is, hem werd een grote toekomst voorspeld, of als politiek leider of als spiritueel leider. En zijn vader, de koning, probeert alles om hem zoveel mogelijk binnen de muren van het paleis te houden, om zijn opvolging te regelen eigenlijk. Maar goed, Siddhartha heeft andere aspiraties. Ja. En verlaat het paleis. En die gaat zijn eigen pad zoeken. En dat las jij? Ja, want het is aan de ene kant verhalend opgeschreven over zijn leven, een biografie. Maar een groot deel van zijn teaching, de belangrijke teaching, staat daar ook in een hele begrijpelijke taal in. En dat maakt het zo'n mooi boek om te lezen. Ja, want even voor de duidelijkheid. Vipassana is door hem bedacht. Of zeg je dat? Dat heeft hij geleefd en dat toch al verspreid als een methode, laat ik het zo maar zeggen. Ja, er wordt eigenlijk gezegd herontdekt. Ja, oké. Want er zijn in het verleden zijn er ook Boeddha's geweest. En er wordt gezegd dit is een universele teaching die er eigenlijk altijd is, zoals de natuurwetten er ook altijd zijn. Maar op een gegeven moment ontdekt Newton dat er zwaartekracht is, ontdekt iemand anders dat er relativiteitstheorie is, et cetera. En zo herontdekte Siddhartha eigenlijk de oude leer, wat er op het gebied van geest en materie allemaal is. En toen begon het kwartje wat meer te vallen voor jou persoonlijk, dus, begrijp ik, toen je dit boek las? Nou, dat was in ieder geval een inspiratie om op zoek te gaan naar een geschikte oefening. Ja, ja, ja. Ja. En heb je dan nooit, je toch ook vaak ziet, het eerst in andere dingen gezocht, gewoon in klassiek, of dat nou hard werken is, of de drankdrugs, in ieder geval het ontkennen van dat gevoel wat je dus had na het overlijden van je vader en twee goede vrienden? Drugs waren er bij ons in die landelijke streek waar ik opgegroeid ben niet zo verkrijgbaar, maar veel drank uiteraard wel. Ja. Maar juist daar merk je al heel snel van, ja, maar dit is absoluut geen oplossing. Nee. Want je kunt dingen wel tijdelijk even wegdrinken, maar de volgende ochtend is het eigenlijk alleen maar erger. Ja. En ik was wel aangetrokken door het oosten. Ja, door dus ook echt naar binnen te gaan en het gewoon op te zoeken. Ja, laten we de boeken maar even afmaken. Dan kunnen we daarna doorgaan met heel veel vragen en opmerkingen die ik heb over ook mijn Vipassana experience. Ja. Maar je boeken liggen ook in die lijn. Nou, het tweede boek, dat heb ik eigenlijk een paar weken voor onze eerste Vipassana cursus gelezen. En dat was echt een enorme eye-opener. Ik was al gefascineerd door teksten van Jiddu Krishnamurti, een van de grote Indiase geleerden van de afgelopen eeuw. Hij werd als kind door een helderziende ergens in India ontdekt. En die man die zag, daar is een kind volledig zonder ego. Vrij van ego. En zij dachten echt dat hij het voertuig was voor de Maitreya Boeddha, de vijfde Boeddha in ons tijdperk. Ja. En die hebben hem eigenlijk weggehaald bij zijn ouders, met toestemming uiteraard, om een westerse opvoeding te geven. Dus hij is in Engeland opgegroeid.
En heeft op een gegeven moment ook een hele diepe spirituele ervaring gehad. Wat precies blijft in het midden. Ja. Maar heeft zich toen ook losgemaakt van alles wat met organisaties te maken heeft. En zijn boodschap was ook echt van, ja, iedereen moet gewoon zijn eigen pad zien te vinden. Mm-hmm. Maar hele scherpe, mooie teksten geschreven. En hij is op een gegeven moment in dialoog gegaan met David Bohm. Dat was een westerse fysicus, die ook gefascineerd was door Oosterse filosofieën. En ook parallellen zocht, zoals dat wel meerdere gedaan mm-hmm. hebben. In de jaren 70 was ook al een boek, zo de Tao of Physics heette dat. Yeah. Waar iemand parallellen zoekt tussen relativiteitstheorie, kwantummechanica. Eigenlijk wetenschap en filosofie. En de Oosterse zienswijzes. Yeah. En David Bohm die gaat in dialoog met Krishnamurti over het onderwerp tijd. En het boek heet dan ook The Ending of Time. En er wordt heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen de chronologische tijd, de tijd van de natuur, die in heel precieze orde altijd met dezelfde snelheid. De seizoenen, zo bedoel je. De seizoenen, ja, ja, ja. Zonsopgang, zonsondergang. En aan de andere kant de psychologische tijd. En dat is wat onze geest maakt van het fenomeen tijd. Ja, en dat is de tijd die we op ons horloge zien, zou ik maar zeggen. Nee, dat is de tijd die we in onze geest hebben. Als je bijvoorbeeld in zo'n Vipassana-cursus zit en zo'n uur niet mag bewegen, dan lijkt dat uur soms gigantisch lang. Ja, of heel kort. Of heel kort. Ja. Maar dat is wat de geest ervan maakt, van de tijd. En naar dat aspect van tijd gaan zij gezamenlijk op zoek. En Krishnamurti brengt je eigenlijk heel erg terug naar dat het enige wat telt het moment is. Het hier en nu. Ja. Het hier en nu. En dat was iets, toen ik die eerste Vipassana-cursus inging, waar ik meteen zoiets had van, oh, maar dit is wat hij bedoelt. Ja, ja, ja. Je zit gewoon en elke vorm van uitkijken, elke vorm van oordeel, laat het allemaal los. Gewoon hier in het nu, zoals het is, met de werkelijkheid. En een tweede aspect dat me heel erg bijgebleven is, wat Krishnamurti echt fantastisch omschrijft, en dat kom je ook in die cursussen tegen, is, je zit vaak de werkelijkheid te observeren, maar je hebt ook een concept in je hoofd hoe het zou moeten zijn. Mm. Dat je denkt, ik zit nu hier al een paar dagen. Ondertussen zou mijn geest heel rustig moeten zijn. Ik zou fantastische, vreedvolle ervaringen moeten maken. Maar de realiteit is anders. En Krishnamurti zegt, en je komt er zelf achter dat klopt als een bus. Het enige probleem is de discrepantie tussen de realiteit en je concept. Ja. Als het je lukt dat concept los te laten, dan is je probleem ook weg. Dan blijft alleen de realiteit over. Ja. En die is niet goed, die is niet slecht. Die is niet zwart, niet wit. Die is misschien aangenaam of onaangenaam. Maar het is wat het is. Ja. En als je dat kunt accepteren. En dat is precies waar Goenka elke keer zegt. Objectief observeren. Ja, ja. De waarnemer moet geen scheidsrechter zijn. Ja. Ja. Maar als je dat dan zegt over zo'n jongen die zonder ego opgroeit. Ja, ik denk dan altijd, ja, maar kan dat wel? En moeten we dat willen? Dan moeten we misschien even voorzichtig zijn met wat met ego eigenlijk, eigenlijk bedoeld wordt. In het Engels wordt vaak gezegd self-centered activity. Dus dat je functioneert en eigenlijk zie je jezelf als het centrum van het universum. En alles wat je doet dient alleen maar om dat ego op te poetsen. Dat betekent niet dat je geen sterke persoonlijkheid ontwikkelt. Nee, precies. Juist als je het ego in de zin van dat alles om jezelf moet draaien, als dat zwakker wordt, wordt je persoonlijkheid eigenlijk sterker. Ja, ja, ja.
Deze laat ik even op meemerken. Nee, want dit is een mooie essentie van een onderwerp dat hier vaker ter tafel komt. En ik, omdat het ook, maar dat is ook dus wat jij zegt, begrijp ik. Het moet, ja, weet je, het moet er wel zijn. Het is een drive in het leven of zo. Ja, maar dat hoeft niet voor te komen uit... Nee, exact. Als het niet om jezelf gaat. Uit egoïsme. Nee, exact. Mensen die het echt lukt om dat ego een beetje binnen de perken te houden, ja, die kunnen een ontzettende drive ontwikkelen. Ja. Maar die, in belang van... Die drive die baseert dan erop dat je enig inzicht hebt in hoe je een leven kunt leiden dat goed voor jezelf en voor anderen is. Exact. En met dat laatste, ja, en dat is altijd lastig, want ja, misschien doe je dat wel omdat je jezelf beter voelt dat anderen zich beter voelen. Toch, dat is altijd een beetje, vind ik, glad ijs. Maar in de basis is dat het verschil tussen handelen vanuit ego of handelen gewoon vanuit echt wie je bent. Ja, het is altijd goed om even te kijken als je iets doet. Wat is mijn motivatie? Ja. En als je merkt dat er ergens een vleugje van eigen belang aan zit, ja, dan is dat op dat moment zo. Betekent niet dat je niks goeds moet doen. Nee. Maar wees je ervan bewust, oké, ik ben niet vrij van eigen belang. Nee. En dat is dan ook de realiteit van dat moment. En ook dat kan veranderen in de toekomst. En als jij het dan over je persoonlijke reis hebt met zoals je de metafoor met die doeken of nou ja, schillen is ook een bekende natuurlijk. Heb jij het gevoel dat bij jezelf jouw ego steeds kleiner wordt? Of hoe... Of dat je er steeds meer bewust van bent? Hoe zie je dat? Ja, dat is voor jezelf altijd heel moeilijk te zeggen. Ja, want als je weer zegt dat je er heel goed in bent aan het worden, dan weet je al van, oh shit. Dan ben je eigenlijk al gevangen. Ja. Nee, en je leest ook soms zo... alleen in de Chinese tradities, daar wordt dan gezegd, ja, als je over Tao gaat spreken, dan ben je er eigenlijk al niet mee bezig. Nee, want dat het niet te vangen is. Nee, precies. Nee, dus dat is heel moeilijk om te zeggen en ook gevaarlijk, ja. Omdat niemand is echt, of bijna niemand is echt vrij van ego. Het komt altijd even om de hoek kijken. Maar is dat ook wat verlichting dan is? Vrij zijn van het ego? Onder andere. Ja, de Boeddha leerde eigenlijk dat drie aspecten in alle fenomenen terug te vinden zijn. Het eerste is de vergankelijkheid. Alles ontstaat en vergaat. Het tweede is dat we vaak denken dat dingen ons gelukkig maken, om vervolgens erachter te komen dat dat niet het geval is. Dat dat eigenlijk ook ellende verzorgt. En het derde is echt... Dat ik en mijn, dat we dat zien als het centrum van het universum, als een entiteit die op zichzelf bestaat, ja. Terwijl wij in werkelijkheid een ontzettend klein wieltje in een gigantisch geheel zijn. Onderdeel van, ja. Onderdeel van, waarin alles met elkaar verbonden is. Ja. En als je die drie aspecten volledig gerealiseerd hebt binnen jezelf, dan dat heet dan verlichting. Mm-hmm. En in hoeverre ben je daarmee bezig? Want, nou ja, om daar toch even mijn persoonlijke mening in te gooien. Ik merk, en dat kleeft ook wel aan het boeddhisme. Is dat, dan gaan ze het helemaal hebben over hoe je in verschillende stages komt. Hè? Ja, op dat moment denk ik alweer, wat is dit voor een ego gebeuren? Zit ik hier een soort contest te doen met, oh, ik ben nu stap 1 en ik krijg straks een medaille, ben ik in fase 2? Dus dat ik vind het altijd, die zoektocht naar verlichting lijkt eigenlijk één grote ego-toestand. Nee, maar dit aspect kom je in een Vipassana-cursus niet tegen. Nee, zeker. Nee, maar in de leer bedoel ik dan meer. Juist, ten eerste... Goenka en niemand binnen deze traditie gebruikt ooit de term boeddhisme. Nee. Klopt. De Vipassana staat boven elke religie. Baseert op de Dharma, op de leer van Boeddha. Ja. Maar Goenka heeft altijd gezegd, ik hou me niet bezig met ismes. Nee. Want een isme betekent altijd dat sommige mensen erbij horen en andere uitgegrensd worden.
En de Dharma is een universele leer en ja. Die moet toegankelijk zijn voor iedereen. Los van achtergrond, cultureel, religieus of wat dan ook. Is er een soort Nederlands woord voor Dharma? Ik weet het niet zo goed. Ja, leer misschien. Ja. Leer, wet van de natuur. Ja. Maar snap je wat ik bedoel met en zie jij dat ook in je omgeving of mensen die meedoen aan de cursus, dat het soms zo gebrand lijkt op ik wil verlicht worden. Ja, wij proberen... Dan zit er alweer een ik in, weet je. Wij proberen dus de studenten zo ver mogelijk daarvan weg te houden. Ja. Van dat idee. Want alle ervaringen die je maakt, hoe aangenaam of onaangenaam, hoe spectaculair dan ook, alles is vergankelijk. Ja. Alles komt en gaat. Ja. En het zijn allemaal tussenstations. En daarom zeggen wij ook tegen mensen, als je eens een fantastische ervaring hebt, voorzichtig dat je je daar niet aan vastklampt. Ah. Want vroeg of laat ebt dat weer weg, verandert het in iets anders. En dan creëer je juist ellende als je daarna terug verlangt. Nou ja, laat ik even één persoonlijke noot van mijn Vipassana week. Voor de duidelijkheid, misschien heb ik het nog niet helemaal goed uitgelegd, maar je bent 10 dagen stil en hebt geen contact met je medecursisten. Je luistert geen muziek, je schrijft niet, je leest niet. Je bent echt alleen maar bezig met het observeren van jezelf en een eerste ademhaling. Nou, daar komen we nog wel op. En ik kan me nog zo goed herinneren, het was dag 7. Nou, dan ben je al, dan heb je echt natuurlijk al wel wat heftige momenten gehad. En ineens, ik had even het gevoel dat ik het had. Hè. Het was een uur lang, lukte het mij om totaal in dat nu te zijn. Ik was niet bezig met gedachten, ik zat daar gewoon in die meditatiezaal. En op een gegeven moment kwam die gong, ik denk, zo. Is het voorbij? Ik was vol van energie. Je krijgt dan 's avonds ook nog iets waar ik heel erg naar uit heb gekeken. Altijd een video-uurtje van Cuenca. De man leeft niet meer, maar hij heeft alles heel mooi gearchiveerd, zijn lezingen. En die vertelde daar toen ook over dat nu in deze fase wel eens zou kunnen gebeuren. Misschien zou het zo kunnen zijn dat je zelfs niet kon slapen. Zo vol of energie was je. En ik dacht, nou ja. Inderdaad, ik ging naar mijn kamertje toe en ik dacht, ik kan niet slapen. Maar ik wist ook, dat maakt niet uit. Het is allemaal goed. En met in die rust viel ik gelukkig wel in slaap. Maar ik weet dat ik de volgende dag opstond en helemaal dacht, yes, we gaan weer. Nieuwe dag en ik heb het te pakken. Ik weet, ik heb de code gekraakt, weet je. En ik ging zitten bij de eerste ochtendmeditatie en ik merk, oh, wacht even. Beginnen namelijk, ik heb een gedachte. Ik ben afgeleid. Ik begin weer aan dingen te denken. En eerst was daar eerst ontzettende veroordeling ook. Zo van, nou, ik heb het niet meer. Ik ben het kwijt. Dit is niet voor mij weggelegd. En ik ben heel blij dat het op die dag 7 is gebeurd. Omdat dat aan zich was zo'n mooie les. Omdat je dan ineens dus ook gelijk wel voelt. Ja, maar dit is het inderdaad. Die vergankelijkheid. Soms wel, soms niet. Ja. Ja. Ja, dat is in die zin het kraken van de code. Is ja. Eigenlijk de acceptatie en de appreciatie van de vergankelijkheid. Ja. Dat ja. Het ene uur denk je, ik heb het. Ja. En het volgende uur zit je weer te stoeien. Ja. En een dwaalt je geest af. En dat gewoon is zonder oordeel te ja. accepteren, dat, ja. dat is zo'n beetje de... De clue waar het allemaal code, ja. om draait. Ja. Dus niet het bereiken van bepaalde nee. ervaringen op nee. zich. Nee. Maar dat toch nog even terug naar die verlichting. Kijk, en ik vind dat zelf ook mooi om te lezen en om te horen. En als je net weer vertelt over het verhaal van Boeddha en hoe die daar onder die boom zit en daar dat moment beleeft. Ja, het kan toch bijna niet. Ik weet niet hoe jij dit ziet, dat je daar toch ook wel... Nou, verlangen klinkt dan weer gelijk heel groot... Want dan, maar toch wel dat je denkt, ah, het zou wel tof zijn. Dus, en, maar daarmee is het nog steeds is het dus al een verlangen. Ik probeer het nu een beetje te downplayen. Maar. Ja, maar dat merk je in je eigen oefening wel. Als je soms zo het gevoel hebt, het gaat de goede kant op. Het gaat de,
En weg. Zodra je dat hebt van, oh, het zou toch wel mooi zijn om nu... Ja, dan zit je er al naast. Dan gebeurt het maar niet. Maar houdt dat ook ooit op? Dat vraag ik aan jou met iemand die dus al 30 jaar ervaringen heeft... en een paar van dit soort weken. Nou ja, ik geloof heel erg dat je die verdieping steeds krijgt. Maar het kan toch bijna niet dat je dat... Dat je echt dat loslaat. Dat je toch niet heel even denkt, oh, misschien ben ik nu net als die man onder die boom. Iedereen komt naar zo'n cursus met zijn of haar opgebouwde gedragspatronen. Hè? En wat je tegenkomt binnen jezelf in die cursus, dat is niet iets wat door die oefening gecreëerd wordt. Dat is de bagage die je met je meebrengt. Ja. En afhankelijk daarvan reageer je op een bepaalde manier in bepaalde situaties. Houdt dat ooit op? Ik heb het persoonlijk niet meegemaakt, dat kan ik je zeggen. Nee. Maar je bent je sneller bewust. Dat gebeurt wel. Ja. Als je dat langer door de jaren heen en ook regelmatig in het dagelijks leven, je hebt je sneller door. Ja. En ik heb in onze beginjaren, want voor mijn vrouw en mij, we hebben deze kwesten samen mogen maken. En onze entreedeur naar de Dhamma was eigenlijk het Tibetaans boeddhisme. En daar ben ik heel dankbaar voor, hele inspirerende teachings mogen volgen. En daar heb ik ook eens een van de Tibetaanse meesters horen zeggen, probeer je geest te observeren zoals een wijze oude man een klein kind observeert. Met liefde? Met liefde, met begrip. Je hebt al die spelletjes, al die trucjes, die heb je door, maar je oordeelt niet, je wijst het niet af. Je hebt alleen maar liefde en compassie voor dat kind. En als je op die manier je eigen geest ruimte kunt geven in die oefening, dan zit je toch op een goed spoor. Mooi. We gaan naar het derde boek. Ik zie dat je 4 boeken hebt. Ik vind het goed, hoor. Ja, het zijn er 4, maar dit is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde boek in 2 talen. Ja, oké. Dat is The Art of Living. Dat is eigenlijk een rechtstreekse beschrijving van een 10-daagse Vipassana cursus. Okay. Geschreven door William Hart. Dat was een van de eerste generatie assistentleraren van Goenka. Ik vind het grappig, want de Art of Living is toch weer een hele ander soort ademhalingsmethode. Of ben ik nu in de war? Ik weet niet of er nog andere methodes zijn die ook zo heten, maar... Nou, ik ga het toch eventjes opzoeken. In het Nederlands heet het het leven als kunst met Vipassana meditatie. Okay. En dat is echt gewoon de beschrijving van wat je meemaakt in zo'n week? Ja. Wat je doet, de verschillende stappen die je eigenlijk doorloopt in zo'n cursus. Ja, de Art of Living, ja, zie je wel. Ik dacht dat al, want ik heb ooit eens daar een keer een cursus gevolgd. Dat is heel erg met, ik weet niet of je wat zegt, de Sudarshan Kriya. Nee. Dat zegt het je niks? Nee. Nee, het is een hele, ja, breathwork noemen ze dat meer. Dat heet Art of Living. Oké. Okay. En dat heeft ze overal in Nederland, maar dat is... Ja, ik wil niet zeggen dat het tegenovergestelde van Vipassana is, want dat heeft natuurlijk ook wel te maken met naar binnen gaan en op je ademhaling letten. Maar het is juist heel erg daarmee spelen. En bijvoorbeeld ook, die zullen mensen wel kennen, deze dat dan is een onderdeel daarvan. Okay. Dat zeg je niks, hè? Nee. Nou ja, dat heet Art of Living. Dat zal toch, nou ja, misschien is het toeval. Of, nou ja, het gaat over de kunst van het leven, dus ik snap het. Ja, nee. En wanneer las je die of toen was je al gewoon wat verder in het proces? Dit ben ik gaan lezen op het moment dat mensen ons voor het eerst over Vipassana vertelden. Ja, 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 oké. Okay. Wij waren in Dharamsala in India. Dat is, toen was je met je vrouw daar? Ja, ja. In een Dharamsala, of McLeod Ganj heet het eigenlijk. Het is een oude Engelse hill station. Ja. Waar een grote Tibetaanse gemeente in exil leeft, waar de Dalai Lama ook zijn residentie heeft. En we zaten daar in een klein guesthouse en in de kamer naast ons ging elke ochtend heel vroeg de wekker. En dan hoorde je eventjes gescharrel en dan was het weer stil. Dus we kwamen die mensen tegen, het was een stel, een Frans stel, en we vroegen van, wat doen jullie zo vroeg 's ochtends?
En die zeiden, ja, we oefenen Vipassana meditatie. En dat doen we elke ochtend een uur en elke avond dan nog eens een uur. En wij, wow, dat... En die vertelde, ja, als je hier even de heuvel opklimt door het bos, mensen zijn daar bezig, hier komt een centrum. Ah ja, oké. Die zijn bezig daar een tenten op te bouwen. Daar zou dan eerst een cursus plaatsvinden en daarna zouden ze een centrum gaan bouwen. Houd dit vast, Roger, ik moet even plassen. Ja. Ja, het is wel grappig dat plassen is bij mij best wel een ding. Luisteraars weten het wel. En dat heb ik ook ontzettend... kunnen trainen tijdens de Vipassana week, omdat ik gewoon onder geen beding, bedoel, het zou mogen hoor, maar ik wilde natuurlijk niet de hele tijd dat onderbreken. De taal uitlopen. Ja, dus ik heb vooral, ik moet zeggen dat ik ook vooral weinig gedronken heb, maar het heeft me wel, en daar komen we zo nog wel op, over hoe je gewoon, nou ja, pijn of nou ja, een aandrang, hè, wat plassen ook eens is, ja. Hoe je dat ook gewoon kan observeren. En daar toch enigszins boven kan staan. Maar, sorry, we zitten midden in een verhaal. Jij bent daar in India en bevriend stel. En er zou een centrum komen. Ja, wij zijn toen even door het bos daar omhoog geklauterd. En ja, in Dharamsala en op diverse andere plaatsen in India ook... daar wordt ontzettend veel aangeboden op spiritueel vlak. Ja, het is een beetje een kermis, toch? Hoor ik ook wel eens. Het is bijna een supermarkt. Ja. Je hebt daar kruispunten waar de bochtjes met de verschillende cursussen die je kunt volgen, daar word je niet meer wijs uit. Omdat het en kettingen en dingen, ja. Dus één belangrijk criterium voor ons was eigenlijk altijd dat er niet echt een commerciële kant aan zit. Nee. En... nou ja, we zijn even het bos omhoog geklauterd en die mensen waren daar inderdaad. En die waren heel erg bereid om een beetje te vertellen. En die verkochten daar ook dat boek. Die koop je voor een paar roepies in India. Mm-hmm. En gaven ons de tip, als je een cursus wil zitten, ga in de winter naar Igatpuri. Dat is het was het eerste centrum van Goenka in India. Een paar uurtjes van Bombay weg. Want in de winter is Goenka zelf daar ook. Ah. En in die tijd was dat geen enkel probleem. Je stuurde een brief in India waarvan je je afvroeg, gaat die ooit weg, komt die ooit aan? Maar of die aanmelding binnen is of niet, op de dag zelf kom je aan en je kunt meedoen in zo'n cursus. Dus er was nog geen loting systeem, nee. Geen wachtlijsten, je kon daar gewoon binnenwandelen. Ja, en dat boek heb ik toen met groot interesse gelezen en... dan kom je inderdaad tegen van, oh, die cursussen, dat is op donatiebasis. Daar zit helemaal geen commerciële motivatie, nee. Of wat dan ook achter. En dat aspect sprak ons meteen heel erg aan, ja, dat klopt. Omdat bij heel veel dingen die aangeboden werden, dat wel het geval was. Of commercieel tintje... of beloftes, van ja. Dat je aan het einde van de cursus verlicht, voel je dit en dat. En, ja. En dat, nou ja, dat, nee. Daar hadden we allebei zoiets van, ja, dat is het voor ons niet. Dus dit wilden we gaan proberen en een paar maanden later zaten we in Igatpuri. En daar waren toen al meer dan 400 deelnemers, vrij grote cursussen, weinig Westerners. Indiërs die veel makkelijker zitten in een kleermaker zitten dan wij. Ja, we hebben het over jaren 80 nu. Dat was 94. Oh, 94, ja, oké. Okay. Ja. Dus fysiek zat ik daar ontzettend af te zien in die eerste cursus. En dan ben je natuurlijk jaloers en kwaad op die mensen om je heen. Omdat je denkt van ja, voor hen is dat heel normaal om zo te zitten. Maar ik verga van de pijn. En al die dingen die dan die door je hoofd gaan tijdens zo'n cursus. Ja. Ja, Goenka, ik vind het echt een fenomeen. Er zijn voor duidelijkheid wel verschillende Vipassana-methodes. De basis is dus gewoon altijd wel hetzelfde. Dat inzicht krijgen, dingen zien zoals ze zijn. En ik denk dat je altijd wel bezig bent met je ademhaling. En je lichaam en gewoon je gedachten. En... ja, ik weet niet precies wat andere tradities doen. Nee. We hebben in India hebben we ook Vipassana-retretes... gezien, zelf niet deelgenomen, maar waar we wisten, daar is veel meer loopmeditatie. Ja, dat is die Mahasi. Want in onze traditie hier, dan daar zit je vooral. Ja. Je zit eigenlijk de hele dag.
En ik geloof, ik weet niet of je er kenbaar mee bent. Daar las ik over. Je gaat dan toch ook naar de hand nog even. Er is ook een of andere soort nieuwe Ashintayania, zegt het dit? Nou ja. Anyway, Goenka, de methode zoals hij die... Hij heeft hem eens over bedacht waar we het over hadden. Dit komt allemaal van Boeddha, Ewout en zelfs daarvoor dan nog. Misschien een wat grote vraag, maar kan je de Goenka-methode uitleggen? Ik zal een poging doen. Goenka groeide als Indiër op in Burma, in Yangon, in de hoofdstad. En zijn leraar, Seyaji Ubakin, die heeft eigenlijk dat tiendaagse formaat gevormd. Want er was, dat vertelt Goenka ook in de cursus, er was een oude voorspelling dat de Dharma in Burma in zijn oorspronkelijke zuiverheid bewaard zou worden en dat 2500 jaar na de dood van Boeddha de leer terug zou gaan naar het land van origine, naar India. En Seyaji Ubakin, Goenka's leraar, die zag dat aankomen. Die kon zelf Burma niet uit, maar die deed zijn best om mensen te trainen om deze methode terug naar India en verder de wereld in te verspreiden. Want daarvoor, onze lineage, als je het zo wil noemen, die gaat nog twee generaties terug. Dat was in de 19e eeuw Ledi Sayadaw, een bekende monnik in Burma, die niet alleen heel diepe inzichten had in meditatie, maar ook een geleerde was, die op theoretisch gebied, die heeft heel veel boeken geschreven ook. En tot in zijn tijd was deze methode eigenlijk voorbehouden aan monniken. En Ledi Sayadaw zag ook het moment komen, het moet zich verspreiden, dus die liet gewoon niet monniken, gewone mensen ja, toe. Open, ja. En die had één discipel, Seyataji, dat is dan de generatie boven Seyaji Ubakin. Dat was een farmer, een boer, die ook zijn beide zoons verloren had en op onderzoek uitging. Die methode leerde, daar heel snel in vorderde. En die net buiten Yangon een centrum oprichtte. Want die kreeg door die monnik, hij was de eerste de leek-leraar, als je zo wil. Ja, okay. Die kreeg de autorisatie van zijn leraar om dat door te geven. Ja. En daar kwam Seyaji Ubakin, Goenkaji's leraar, terecht. En die heeft toen dat tiendaagse frame gevormd, eerst geëxperimenteerd, het teruggebracht, omdat hij wist, ja, als het naar het westen gaat, dan hebben mensen weinig tijd. Dus we moeten we kunnen niet 45 dagen, we kunnen niet 30 dagen. En toen kwam hij tot het inzicht eigenlijk, ja, maar 10 dagen is echt de minimum. Want omdat het juist om de ervaring gaat. Het opstrijken van de theorie, dat kun je in veel kortere tijd. Ja. Maar als je de ervaring echt tot op een bepaalde diepte wil meemaken, dan zijn die 10 dagen het minimum. En daar heeft Goenkaji het geleerd en die heeft dan ook weer kleine aanpassingen gedaan toen die begon aan westerners. Want er was toen maar wat voor aanpassingen moet ik aan denken? Nou, dat was natuurlijk de grote hippiebeweging in de jaren 70. Goenkaji kwam in 69 naar India en toen reed de Magic Bus vanuit Europa naar Delhi. Ja. Met allemaal blowende mensen. Ja, ik wil het zeggen. Gelijk zo'n beeld, ja. Nee, oké. Ja, en daar kwamen ook... Ik heb ooit iemand ontmoet die bij de eerste cursus voor Westerners daarbij was. Dat was in een hotel in Dalhousie, in het voorgebergte van de Himalaya's. En die zei, joh, in de pauze stonden wij gewoon te blowen aan de kraam. Dus Goenka zag al snel van... Dit is zo'n serieuze teaching, maar die mensen die zijn gewoon niet serieus. Nee. Ik moet
wat meer regels in. Dus daar kwam ook een beetje het eetregime bijvoorbeeld bij? Nee, dat eetregime dat komt eigenlijk uit de verre traditie. Ah, oké, dat was altijd al. Even voor de duidelijkheid, je zou kunnen zeggen een soort vaste. Maar ja, wat je hier vaak tegenwoordig hoort is intermittent fasting, waarbij mensen 's ochtends zeg maar de maaltijd skippen. Hier is het precies andersom. Je ontbijt op 7 uur, je luncht om 11 uur en dat was het. Ja, en dan krijgen de mensen die voor het eerst komen, die krijgen om 5 uur nog een kleine snack. Thee met fruit. En de mensen die al eens een cursus voltooid hebben, die drinken eigenlijk alleen maar water met citroenwater. Ja. Dat komt echt voort uit een oude traditie, dat je na 12 uur, na de lunch, eigenlijk geen vaste maaltijd meer tot je neemt. Het idee is om geen energie kwijt te raken aan de spijsvertering. En daardoor meer energie over hebt voor je oefening. Werkt ook wel echt zo. Als ik nu terugkijk op de wat meer later op de middag en de vroege avond meditaties. Ik bedoel, mijn momentje zoals ik dat net omschreef, dat was wel 's avonds, ja. Ja. Ja, voor sommige mensen is dat ook heel erg moeilijk. Oké. Okay. En we zeggen dan ook, ja, kijk, dit is de bedoeling, dit is de motivatie. Maar als je merkt dat het averechts werkt, kom dan even langs, dan verzinnen we iets anders. Ja, okay. Wat voor die persoon beter werkt. Maar zo bedacht Cuenca zijn methode en heeft hij dat. Nou ja, dat is. Ja, ik vind dat fenomenaal. Echt over de wereld uitgerold. Allemaal volgens, nou ja, een hele duidelijke. Ja, leermethode. Ja, hij is begonnen. Hij kende in India bijna niemand. Hij is begonnen, hij wilde eigenlijk een cursus voor zijn ouders aanbieden. En er waren een aantal mensen, ik geloof 12 deelnemers. Ja, waaronder zijn ouders. Waaronder zijn ouders. Maar vanaf toen is het eigenlijk niet meer gestopt. Elke keer was er iemand die zei van, oh ja, maar ik wil, die geeft nog een cursus, ik breng die en die en die en die moet dat doen. En zo is dat eigenlijk begonnen te rollen. En 5 jaar later kwam het eerste centrum in India op. En daar vertelt hij ook in die eerste jaren, toen ze eigenlijk locaties moesten huren, mm-hmm. toen betaalden de studenten in die zin om de onkosten te kunnen dekken. Ai. Maar ene keer het eerste echte centrum geïnstalleerd was in India, toen wilde Goenka het echt in de pure vorm aanbieden. Namelijk dat je, waar het idee is, de faciliteiten die je krijgt, je kamer, je meditatiezaal, je eten, daar heeft een student in het verleden door zijn donatie voor gezorgd dat mogelijk is. Ja. De leer, wat moet je, hoe moet je de leer in geld uitdrukken? Ja, die is onbetaalbaar. Dus, ja. Dus bied het ook maar gratis aan. Ja. Nee, het is heel mooi, omdat ik me ook realiseerde, het is natuurlijk iets wat totaal niet van deze tijd is. Maar op het moment dat je er toch een vergoeding voor had gegeven, wat op zich natuurlijk heel redelijk is, dan zou je ook dingen verwachten. Dan zou je denken, nou, ik heb je betaald voor de lunch. Waarom heb ik dit niet of dat niet? Ja, dat is hem juist. Dat wordt ook in een van de laatste lezingen 's avonds wordt dat ook uitgelegd. Ja. Tijdens zo'n cursus krijg je de kans om bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen. En eentje is juist dat je, je hebt niet betaald, dus je hebt nergens recht op. Ja. En dat is een heel belangrijke kwaliteit, dat je gewoon leert tevreden te zijn met wat je aangeboden wordt. Ja. En aan het einde bepaal je zelf, als ik een donatie geef, dan geef ik in de toekomst weer iemand de kans om te komen. Of je doet dat niet, nee. Of je geeft een groot bedrag, maakt allemaal niet uit. Nee. De motivatie waarmee je dat dan doet, die is belangrijk. Ja, jij vertelde mij, op de laatste dag dan, ik kan je wel even praten en dus gedachten wisselen. Noemde ik jou de walker en raakten wij in gesprek. En bleek dat jij hier een jarenlange ervaring mee had. Toen vertelde hij me ook een verhaal van eigenlijk iemand, en ik snap dat heel erg, die het niet kon geloven
dat het echt zo vrij is dat je zelf mag weten wat je doneert. Toch? Dat heeft mij ooit iemand mij verteld, en dat was aan het einde van een 30-daagse cursus. Dus ondertussen was die man ook al jaren bezig. Maar die vertelde echt dat hij na zijn eerste cursus, hij had zoiets van, ja, ik geef niks. En dan kijk ik eens wat er gebeurt. En op de 11 ochtends ga je dan naar huis. En hij dacht, nou, nog voor ik aan de poort ben, zou wel iemand me in mijn kraag pakken en herinneren dat ik nog niks gegeven heb. Maar hij liep gewoon het terrein af. En toen dacht hij, nou, voordat ik thuis kom, zal ik wel een e-mail hebben, een herinnering. Weer niks. Na een paar weken nog steeds geen herinnering. Op een gegeven moment schreef hij zich in voor een tweede cursus. En hij dacht, ja, ik zal wel geen plek krijgen zolang ik niet wat overmaak. Nee hoor, ik kreeg een bevestiging, kon deelnemen. En dat heeft hij 3 cursussen volgehouden, wist hij mij te vertellen. Tot op een gegeven moment echt bij hemzelf het kwartje viel van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat zijn puur mijn eigen hersenspinsels. In die organisatie is niemand die je controleert. Dus echt, op een gegeven moment ontwikkel je zelf die kwaliteit dat je kunt geven om anderen weer de kans te geven. Ja, het geeft gewoon aan en ik snap hem heel erg. Wij leven gewoon niet in een wereld waarbij dit normaal is. Nee. Dus het is, ja. Nee, maar dat is binnen deze traditie een heel belangrijk aspect. Ja. En dat is eigenlijk ook een oefening die al die mensen doen die komen helpen, die vrijwilligers. Ja. Want die organisatie draait wereldwijd uitsluitend op vrijwillige hulp. En die mensen die komen, die in de keuken werken, die in de tuin werken, die de studenten verzorgen, die leren eigenlijk hoe je kunt geven zonder iets terug te verwachten. Ja. Dat is het. En dat is ook een proces. Ja. En dat is niet makkelijk om dat te doen. Maar je hebt tijdens zo'n cursus als helper daar echt de uitgelezen kans om dat verder te ontwikkelen. En hoe zit dat dan? Want jij, en ik had een andere leraar, maar jij doet dat daar ook. Is daar ook geen vergoeding voor? Nee. Nee, ook de leraren zijn in die zin Dharma-servers, zoals het dan heet. Ongelooflijk. Nee, en ook wij doen het op vrijwillige basis. Waardoor dus altijd, nou ja, ik snap het, maar het is ook, ik vind het ook bijna jammer in de zin van dat mensen zoals jij die echte kwaliteit hebben om dit te teachen, ja, die kunnen dat dus niet fulltime gaan doen. Nee, tenzij je genoeg reserves hebt. Nee, de meeste zogenaamde assistentleraren, heet dat dan in deze traditie, werken gewoon, moeten gewoon ook hun levensonderhoud verdienen daarbuiten. En in de vrije tijd kunnen wij cursussen begeleiden. Nee, ik snap ook dat het anders echt niet werkt. Het is echt, nou ja, de uitdrukking gelijke monniken, gelijke kappen is een bekende natuurlijk. Nee, dat is hier. Nee, dat is wel echt een heel belangrijk aspect. Iedereen die daar komt, moet ook echt leven wat er geleerd wordt. Ja. Anders werkt het niet. Nee. Dan sluipt hypocrisie erin. Ja, maar het is toch bijna te utopisch. Kijk, neem nou bijvoorbeeld het geld voor die donaties. Werd mij toen ook uitgelegd. Even los van het feit wat jij net zegt, dat je daarmee eigenlijk het voor de volgende betaalt, wordt natuurlijk dat geld uit rook gebruikt voor het aanpassing van het gebouw. Maar ja, daar zijn dan toch mensen die keuzes moeten maken en zo, om die gebouwen. Dus dat is. Er zit een hele structuur achter om zo'n centrum te kunnen runnen. Ja. Ik ben niet goed in getallen, maar dat zijn een aantal comité's. Je hebt een comité dat zich specifiek bezighoudt met het organiseren van cursussen. Je hebt het centrummanagement, je hebt de onderhoudsafdeling. Ja. De bouwafdeling, het tuincomité. En daar zijn heel wat mensen bij betrokken die dat allemaal in hun vrije tijd doen. En zo'n centrum is een echt op zichzelf staand centrum. Want al die, er is zo'n site, dhamma.org. Ja. Daar, ik heb veel op die site doorgebracht, omdat het nog best lastig is om
uiteindelijk ergens ingeloot te worden. Maar al die, en dan kan je dat echt per land al over de wereld zien. Nou, er zijn honderdduizenden of duizenden, denk ik wel. Nee. Nou, honderden. Tussen de 150 en de 200. Ik weet niet precies hoeveel. Oh, voor mijn gevoel waren het veel meer. Al over de wereld. Centra. Over de hele wereld. Dan zijn wel nog in veel landen waar geen centrum is, worden cursussen georganiseerd in gehuurde plekken. Ja, soort pop-up-achtig. Zoals dat in Nederland tot nu toe ook geval is geweest. Er waren 2 of 3 cursussen of 4 cursussen per jaar op een gehuurde locatie. Ja. Maar er is er dan wel contact tussen die verschillende centra? Er is contact in die zin dat elk centrum heeft een leraar die echt verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen. En die staan sowieso Europa-wijd in contact. En dan zijn er nog een aantal leraren die contact hebben met andere continenten. Nou ja, het is ook een beetje te technisch dit, maar ik vind het gewoon fenomenaal. Omdat ik echt oprecht hoop dat het veel groter wordt. Omdat ik bijna denk, ja, kan dit wel in deze hele maatschappij van vraag en aanbod en de markt, economie en zo. Maar ja, blijkbaar kan het. Blijkbaar is er behoefte, ook in een tijd waar alles steeds sneller en steeds hapsnap moet, is er toch behoefte aan dit soort plekken waar je even tot rust kunt komen. Ja. Voor 10 dagen. Ja. Waar je even een stapje opzij kunt nemen. Zo ja, maar ik weet, om eerlijk te zijn, ik snap dat je het zo zegt en ik denk dat de intentie is, en in die end is dat ook wel wat gebeurt. Maar nou ja, ik las erg, en ik weet niet wat de definitie van retraite is, maar bij retraite heb ik heel erg het gevoel alsof je ook gemasseerd wordt en weet het allemaal. Nou, ik wil alleen maar zeggen, het laat ook heel veel onrust bovenkomen in eerste instantie. Ja, dus het is niet zo, lekker, je gaat even lekker 10 dagen stil zijn. Wat een ontspanning. Nee, verre van. Verre van. Nee, het is voor veel mensen de grootste confrontatie met zichzelf. Uit het leven zover. Exact. Nee, daar zit geen aspect van wellness of wat dan ook bij. Nee, je gaat rechtstreeks naar je eigen gedragspatronen. En wat je te zien krijgt is niet altijd even prettig. Nee. Je komt kwaliteiten of eigenschappen van je geest tegen die je misschien liever niet zou willen hebben. Ja. Of waarvan je niet eens wist dat je ze met ze meedraagt. Absoluut. Nou, ik heb bijvoorbeeld, de laatste tijd komt het vaker over boosheid en agressie en zo, waarvan ik dan dat heel lastig vond, omdat ik die emotie niet zo goed kende of dacht dat ik die niet kende. Tijdens Vipassana gebeurde er iets. Dat was ook machtig mooi. Ik ben gewoon wel iemand die graag ergens goed in wil zijn. Ik zal niet zeggen de beste, dat valt ook echt wel mee, maar ik wil wel echt heel goed zijn in iets. Dus ik was gewoon goed voorbereid, als in, nou ja, ik ging er gewoon voor. Dus ik was een strebertje en er zijn ook bepaalde meditaties die kan je op je kamer doen. Nee, ik was gewoon zoveel mogelijk uren in de gemeenschappelijke meditatiezaal. En natuurlijk, we hebben het over stilte, maar het kan wel eens gebeuren dat je even moet hoesten. Dat je even toch moet verzitten. Tuurlijk. Maar naast mij zat een gast. Nou, het was niet normaal. Hoeveel geluiden hij produceerde. Dat was ook niet een klein beetje, nee. En het was ook een beetje geïrriteerd ademhalen. Hij had een horloge om waar hij dan de hele tijd mee aan het spelen was. En dit begon natuurlijk al, want je hebt een vaste setting. Dus je zit altijd op dezelfde plek in de zaal. Dit begon al een beetje op dag 1. En je gaat je toch bedenken, terwijl je daar zit, eigenlijk zou je gewoon met andere gedachten bezig moeten zijn. Maar ja, je wordt toch overrompeld door die gedachte van, nou ja, ik ga er wat van zeggen. Oh nee, ik kan natuurlijk niet praten. Hoe ga ik het met handgebaren duidelijk maken dat hij echt even wat stiller moet zijn? En zo ging dat door. Op dag 2, ik zal even een versnelde versie doen. Op dag 2 heb ik letterlijk, en daar strok ik echt zelf van, zat ik helemaal te visualiseren hoe ik ineens zou uithalen en hem gewoon tegen de vlakte zou slaan. Omdat ik echt dacht, Jezus gast, wat ben jij, dit kan echt niet. Ja. Ontzettende oordelen erover. En ja, omdat je natuurlijk ook, ja, je kan niks anders dan bewust zijn van wat je allemaal aan het denken bent. Dat je echt denkt, Jezus, wat ben ik allemaal aan het denken over deze gast. Op dag 3 ben ik echt van hem gaan houden.
Omdat ik gewoon... ja, omdat ik gewoon... Het was voor mij ook een hele goede... om daar in die zaal te blijven namelijk. En ik werd letterlijk elke keer dat hij een geluid maakte... werd ik warm van binnen. Want dacht ik, oh ja, hij is er ook. En ja, ik weet het niet. Ik had me ook voorgenomen, heb ik ook gedaan. Hij gaat de eerste, de beste zijn... tegen wie ik ga praten na afloop. Want ik wil hem bedanken. Hij heeft geen idee wat hij voor mij heeft betekend deze week. Mohammed heet hij. Ik heb hem uiteindelijk ook thuisgebracht, want in België. Het was... En hij had geen idee... En hij heeft het tot het einde volgehouden. En ik heb er... Dus het heeft zich echt omgeturnd van haten tot houden van... zonder dat er ook maar enige echte feitelijke interactie heeft plaatsgevonden. En dan leer je dus heel erg... Dit zit allemaal in je hoofd. Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gaan in zo'n situatie direct komen bij de leraar en zeggen van... Ja, die gasten, dat is echt niet te doen. En dan, wat doe je als leraar dan? Ja, dan houden wij dat even in de gaten. Is dat werkelijk iets? Moeten we die persoon aanspreken? Of zit het echt in de geest van degene die komt? En dan nodigen we mensen uit om dat zo goed mogelijk te observeren. Ja. Maar goed, je bent zelf door het proces gegaan. Ja. En hebt... Het was ook wel, ik bedoel niet, ik wil mezelf helemaal niet vrij blijven. Maar het was ook echt zo later in die gesprekken erover. Bleek dus inderdaad wel echt dat iedereen hem altijd wel hoorde. Maar ja, dat was zijn... Ja, wat maakt het uit eigenlijk, weet je? Dat was wel gewoon zijn ding. Nou ja, wat sowieso helpt, is het idee... Die doet dat heus niet om mij op de kast te krijgen. Exact. Dat is een eerste. Ja. En dan weer een van die kwaliteiten die aan het einde besproken worden, is toch de tolerantie. Ja. Dat je zit daar met, ja, nu in corona is het iets minder, maar in normale tijden zit je daar met bijna 100 mensen in die zaal. Het is altijd zo dat iemand zit te kuchen of te scharrelen, ja, of onrustig is of wat dan ook. En dat is... Altijd degene die net naast je zit, die dan op je systeem gaat werken. Precies. Nog even over Goenka, want ik heel erg van die man houden, omdat hij 's avonds, dan is dat ook eventjes, het bijzondere momentje van de dag, zou je kunnen zeggen. Dan zit je in een zaal een video te kijken van hem van een uur lang. En ja, ik keek er echt naar uit, omdat het ook een hele grappige man leek. Of nou leek, dat kan ik wel oordelen op basis van... Jij hebt naar de Engelse lezingen geluisterd, naar de video's. Ja, ik heb het een beetje alle twee gedaan. Omdat ik gewoon, ik wilde het echt, wat ik al zei, ik ben een strebertje. En ik wilde niet dat ik het niet helemaal zou snappen. Mijn Engels is niet 100%. Dus wat ik deed, was ik ging naar de Nederlandse. Maar die was dan altijd iets eerder klaar, omdat die Goenka natuurlijk uit... Dus dan ging ik nog eventjes terug naar de zaal, waardoor ik toch wel de sfeer voelde van hoe hij dat daar... Hè, er was een videoopname hoe hij dat daar ook in een cursus van jaren geleden met publiek en zo deed. Dus ik heb wel de sfeer meegepakt, maar ik heb het wel in het Nederlands gevolgd. Ja, want die lezingen die zijn in alle mogelijke talen vertaald. Ja. En de inhoud klopt. Het is vertaald. Maar de humor... Ja, die, ja maar zat toch ook wel in Nederland, hoor. Maar. Die Goenka erin legt, dat mis je zo'n beetje in de vertalingen. Want... Nou, ik heb er wel hard op gelachen altijd. En ik schrok daar de eerste keer nog van, omdat het ook weer niet de echte ambiance was. Maar ja, ik moest er gewoon echt om lachen. Ja, maar tijdens die lezingen kan dat wel, hoor. Vooral in de hal waar dan de video gespeeld wordt. En... Goenka die doet dat ook een beetje bewust. Yeah. Weet je, dag vier, als 's middags de eigenlijke Vipassana-methode geïntroduceerd wordt, dat is een hele lange, intense sessie. En 's avonds in de discourse, dan komen wat grappige verhalen langs. Ook om de spanning een beetje los te kunnen laten. En dan wordt er hard op gelachen en dat is ook prima. Ja. Want jij hebt dus... bij hem destijds in India een cursus gevolgd. Later is hij ook nog even naar het centrum in België geweest, jaren later. Wat was het voor man? Een fantastische man.
ontzettend, ontzettend krachtig. Hij kwam uit een businessgezin. Ja. Het was echt een powerhouse. Maar door zijn vorderingen in die Vipassana werd hij, als je zijn vrouw mag geloven, veel, veel milder. En hij had sowieso heel veel humor. Was als jonge man al verdiepte hij zich, hij kwam uit een klassiek hindoe gezin, verdiepte zich in de Upanishads, in de Vedanta, in de oude Indiase teksten. Dus daar theoretische kennis had hij wel paraat. Ja, en kwam op een gegeven moment met deze meditatiemethode in aanraking, waar die snelle vorderingen maakte. En zijn leraar hem dus de opdracht gaf van, ga het verspreiden. Ja. En ja, dat is bijna een unieke combinatie. Hij had echt de power om er een grote organisatie van te maken. Maar ook de compassie, de metta, om dat op een hele fijne manier te doen. En ja, onze generatie, wij hebben hem nog zo af en toe meegemaakt, maar de iets oudere generaties, mensen die 10, 15 jaar ouder zijn dan wij nog, mm-hmm. die hebben direct met hem gewerkt in de beginfase. Ja. En voor hen is dat echt als een vader. Dat is, ja, het is ook mooi, ik zit even aan te denken, we hadden eerder eventjes over het ego, maar ook wel jezelf zijn, want ergens wilde ik nu zeggen, ja, op een goede manier had hij ontzettend ego, maar dat is dus juist geen ego, dat is zijn persoonlijkheid, zeg je. Ja. Ja, dat is wel echt een mooi verschil, ja. Ja, ja, dat is een heel belangrijk verschil, want zijn motivatie was echt om dat voor beschikbaar te stellen voor zoveel mogelijk mensen. Ja. En ja, omdat er geen aspecten van zelfverrijking, et cetera, in zitten, is de gevaar dat het ego om de hoek komt kijken al een stuk minder. Ja. Nou ja, wat ik wel had, is wat ik niet zo goed snapte, was, daar kwam ik dan wat later achter, dat als je zit in die zaal, is daar ook een soort zaalindeling. Kijk, dat man en vrouw gescheiden worden, dat snap ik. Dat is ook een beetje van oudsher. Maar dat je, als je het zeg maar een tweede cursist bent, of hoe noemen ze dat? Dan ben je een oud-student. Oud-student, ja, precies. Dan mag je wat meer vooraan zitten. En dat vond ik toch nog een beetje, ja, dat ik denk, ja. Ja, misschien ben ik daar gewoon super gevoelig voor. Maar dan voelt dat weer toch, dat voelt wel een beetje toch wel als rangen en standen en dingen bereiken. Nou ja, de motivatie is niet om in rangen en standen te onderdelen. Nee. Maar het idee is wel om de oudere studenten zo dicht mogelijk bij de Dharma-sie te plaatsen. Omdat die over het algemeen iets stabieler, iets rustiger zijn, iets minder gewiebel. En soms ook voor de zogenaamde nieuwe studenten dan als een soort inspiratie dienen. Ja, 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 die je voor je ziet zitten. Ja, 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 ja. Maar je hebt absoluut gelijk, er schuilt altijd het gevaar. Maar mensen kunnen dat zelf in ieder geval hebben, van oh, nou, ik wil. Nou ja, maar je hebt altijd oud-studenten die dan op de tweede rij zitten en die denken, oh, ik had toch liever op de eerste rij gezeten enzovoort. Ja, ja, je geest is zo slim, die komt met allerlei suggesties. Maar goed, ja, daar kun je, je kunt erover gaan praten met de leraar of je kunt er zelf mee aan de slag. Heb je dat wel eens gehad, dat iemand echt vroeg op een ander plekje? Ja, of iemand die vond dat er een vergissing gemaakt was, dat hij veel verder naar voren had moeten zitten. En, oh, wauw. Ja, het is toch grappig. Want nou ja, we hebben het al een beetje gehad over hoe de dagindeling is qua eten. Ja, voor de rest valt er weinig over te zeggen. Los van het feit dat je soms echt in die zaal aanwezig dient te zijn. En op andere momenten kan je bepalen of je dat op je slaapzaal doet of niet. Ja. En 's middags, tussen 12 en 1, dan is er een momentje. Nou, dan kan je even in de tuin gaan zitten op een bankje. Of gaan lopen, wat je wil. En dat is ook het moment om een vraag te stellen aan de leraar. Ja. En nou ja, dat heb jij hebt ook in die rol van assistent leraar dus vaak gezeten.
ik ben gewoon even nieuwsgierig. Ook met dat hele, de tijd waarin we leven, weet je wel. Geen muziek, niet schrijven, lezen, sporten. Dat, ik moet zeggen, dat las ik nog op tijd. Want ik had me toch alweer voorgenomen om even bepaalde sportoefeningen toch te doen op mijn kamer. Toen ging ik daar een beetje over googlen. En toen begreep ik toch wel van, oh nee, het is echt niet de bedoeling. Terwijl ik dacht van, ja, ik word helemaal gek als ik de hele dag daar stil zit. Dus dat moet er dan even uit. Maar dat is dus ook niet de bedoeling. En ik ben blij ook dat ik het niet gedaan heb, want dat is alleen maar weer afleiding. Maar wat, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat kom jij allemaal tegen? Want dit is zo niet van, de, van het leven waar, nou ja, gemiddeld mens in zit. Oeh, ja, dat is zo'n wijd palet. Dat is echt heel moeilijk om daar iets uit te pikken. Ben jij ooit naar de leraar gegaan om 12 uur? Ja, zeker. 2 keer. En ik zit even te denken waar dat nou heel erg over ging. Kijk, dus, ja, laat ik het eventjes in mijn taal uitleggen en corrigeer me, Roger, als ik het gewoon een beetje kort door de bocht uitleg. Maar de eerste dagen ben je vooral heel erg bezig met de ademhaling uit je neus en op je bovenlip, de triangel, zoals ze dat noemen. Ja. En daar ben je alleen maar op aan het focussen. En nou ja, op een gegeven moment kan je zo erg focussen dat je dat dus ook echt, kijk, als je zo doet, ja, natuurlijk voel je het dan, maar het gaat erom dat je gewoon ademhaalt en dan die ademhaling voelt. Nou, dus daar ben je dan mee bezig. Vervolgens ben je daarna bezig met de, ja, zoals we het noemen, de gewaarwordingen. Dus of dat nou een tintelingetje is of een, nou ja, iets wat je dan ook in die regio voelt. En dan kom je in een fase dat je die gewaarwordingen in heel je lichaam gaat doen en eigenlijk een, ja, noem het maar, een bodyscan gaat doen van dat. En daar, dus dat is wel wat later in de cursus. Ik denk dat dat dag 3, 4 of zo is. Ik weet niet. Dag 4. Wordt eigenlijk een Vipassana geïntroduceerd. En toen, ik had op dat welbekende, want op een gegeven moment ging het dus echt over, waar we het al eerder over gedaan hebben, dat je dus eigenlijk je niet aan wil hechten aan iets. Dat is het loffelijk streven. Dus ik zat op dat bankje. Hè, dit was gewoon in de vrije tijd. In de tuin die je daar had. En ik probeerde gewoon heel erg om te gaan zitten daar. En dat het me niet zou uitmaken of er wel of geen zon was. Want ik dacht, ik vind het allemaal goed. Voor mij hoeft de zon er niet per se te zijn. Maar ik liep daarin stuk. Want ik merkte gewoon toch dat elke keer als die zon kwam, dan schreeuwde mijn lijf, oh, lekker zon, heerlijk. Want het was dan gewoon even warm en zat in het zonnetje. En die ging weer weg. En ik denk, ja, maar dit kan ik. Ik kan hier trainen wat ik wil. Maar dit kan ik niet. Dit kan ik niet uitzetten. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, dat zei de leraar ook. Nee, dat hoeft ook niet. Als je op dat bankje zit en de zon komt even tevoorschijn. Geniet ervan. Je weet niet wanneer het gebeurt. Nee. Je hebt er geen invloed op. Nee. Je kunt die wolken niet sturen. Maar op het moment dat die zon er is, mag je daar best van genieten. Wetend, vroeger of later komt er weer een wolk. En je kunt dingen niet vasthouden. Dat is eigenlijk de kern. Ja. Maar je kan dus ook, dit is een mooie, dus je kan ook niet vasthouden dat je niet kan vasthouden. Maar dat is, ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar dat is wel voor veel mensen een beetje een valkuil. Veel mensen denken, zeker naarmate de cursus vordert in die laatste dagen, Dat je iets afgepakt wordt. Dat je niet meer kunt of mag genieten. Nee, ja. Dat mag best. Maar genieten van de fijne dingen in het leven, met het begrip dat je ze niet kunt vasthouden, dat vroeger of later verandert dat in iets anders en komen er weer onaangename dingen op je pad. Dus genieten op het moment dat het er is, daar is helemaal niks mis mee. En vooral wil niemand je iets afpakken. Nee, zo had ik het ook niet ervaren. Maar ik zat gewoon heel erg, hè, de term die je daar in het Nederlands veel hoort, gelijkmoedigheid. Ja. Dat is waar we het hier over hebben. Ja. En ik voelde, ik was dus ook heel blij met die vraag. En toen ben ik later nog teruggegaan. Ja, dat is wel een beetje persoonlijk, of althans, laat ik het gewoon delen. Want dat ging toen zaten we dus wat verder in, hoe noem je dat? Ik weet het niet hoe het heet, dat je gewoon een soort, de free flow
Dus dan ga je heel, dan ga je gewoon door je lijf, voel je al die gewaarwordingen, je gaat op en neer. En... Maar wat er gebeurde, ja, dat het is wel gewoon bijna een beetje hetzelfde, is dat ik dat op een gegeven moment gewoon wel heel lekker begon te vinden. Mm-hmm. En zeker, daarom vind ik het een dikkeltje, maar laat ik het gewoon delen. Zeker op het moment dat ik in de buurt van de schaamstreek kwam, dacht ik even, een tinteling. En elke keer, als ik dat dan ging doen, was ik natuurlijk heel erg van, oh nee, ik moet daar niks voelen. Gewoon gelijkmoedig, niks voelen. Ja. Nou ja, ook dat... Ja. Ja, nee, maar dat is wel een belangrijk aspect. Die tintelingen of fijne, ja, fijne gewaarwordingen, die mogen er zijn. Want ook dat is op een bepaald deel, ja, van je lichaam... Ja, maar ga je er niet aan hechten. De dat realiteit. Is je, ja. Dus als het er is, wees je bewust ervan dat je het niet kunt vasthouden. Als het er niet is, ontwikkel er geen verlangen naar. Dit is het. En dan zit je safe. Ja. Dan zit je op het goede spoor. Ja. Nou, ik heb er nog wel... een vraag over, ik weet niet of dat jou bekend is. Of zijn er veel mensen die bij jou komen tijdens de cursus of daarna, of over seks? Ja, ook. En over hoe dat... Ik heb er namelijk, ging daarna, want ik vond het best wel gek hoeveel gedachten daarover in mijn hoofd kwamen. Dat ik dacht, Jezus, wat... Hoezo ben ik hier zo mee bezig? Waarom is dit, begint dit? En ja, dat is dan natuurlijk het stomme, dat als je iets weg probeert te duwen, nou, doe het maar niet, want dan komt het zeker terug. En toen las ik daar, zeker op allerlei internationale forums, want ja, mensen vinden het natuurlijk altijd heel leuk om hun persoonlijke dingen hierover te delen. Toen las ik daar wel veel over, dat mensen daar heel erg mee bezig waren. En ook, toen kwam het zelfs over natte dromen en dingen allemaal. Maar daar ben je wel mee bekend. Ja, ja, absoluut. Ja, dat seksuele energie is gewoon een hele sterke drijfveer. Voor de een voor meer, ja, ja, dan voor de andere. Maar in die cursus doe je in het begin, of neem je in het begin het voornemen om 10 dagen helemaal geen seksuele activiteiten uit te oefenen. Daarbuiten. Is dat een ander verhaal. Ja. Niemand verwacht dat je in een celibaat leeft. Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar, omdat ik hier gewoon, ik hou hiervan om mee te experimenteren. Dus ik heb daarvoor echt wel momenten gehad, gewoon in mijn dagelijks leven, waarbij ik dat maanden niet deed. En daar was het echt niet zo dat ik er, nou ja, misschien dat ik op een gegeven moment echt na, dat heb ik wel een periode gehad, dat ik echt wel dacht, ja, dat zou je op springen staan kunnen noemen. Maar ik had niet zo dat mijn gedachten er zo mee bezig waren, alleen... En tijdens de cursus dan wel? Nou, vond ik wel dat ik dacht, Jezus, hoezo ben ik nu zo... Alsof het me uitmaakt dat ik het even 10 dagen niet doe. Dat is totaal geen challenge voor me of zo. Maar ja, het kwam heel erg... Nou ja, wat gebeurt in die cursus is eigenlijk... Van begin af aan ga je rechtstreeks naar diepere lagen van je geest. En... Wat zich dan manifesteert aan gedachten of emoties enzovoort, dat heb je niet in de hand. Nee. De meest verschillende dingen kunnen opkomen. En seks is voor heel veel mensen gewoon een heel dominant thema, dat regelmatig wel eens langskomt. Ja, en misschien ook wel wat dat het dit toch in een bepaald hokje wordt gestopt, waardoor dat dan nu eventjes uit mag. En nou ja, maar dat is een persoonlijke mening. Dat ik ook denk dat we leven in een maatschappij waarbij er een hele, nou ja, daar heb ik toch wel een waardeoordeel over, verkeerde voorstelling geschetst wordt van wat dat dan zou inhouden. Wat dat zou moeten zijn eigenlijk. Nou ja, dat het zogenaamde middenpad dat Boeddha eigenlijk onderwees, dat houdt in dat je dingen die opkomen in je geest, dat je die aan je ene kant niet onderdrukt, niet probeert er vanaf te geraken. En aan de andere kant niet toelaat dat ze je helemaal meeslepen. Ja, precies. En dat midden, dat is eigenlijk het puur observeren. Ja. Je bent je bewust, oh, nu zit mijn geest vol met gedachten rond het thema seks. En als je dat gewoon zo accepteert, dan merk je vroeger of later, oh, het is weg. Dan en er is weer iets anders in de plaats gekomen. Ja. En
dat is mede een reden waarom mensen daar van 4:30 ochtends tot 9:00 avonds zitten. Om echt dat palet aan gedachten en emoties wat komt, een tijdje blijft en weer gaat. Om die flow, dat ontstaan en vergaan, echt te observeren. Ja. Ja, dat is ook echt precies wat het is. En zeker omdat er zoveel tijd is. Want je gaat tenminste, als ik naar mezelf kijk in het begin. Ik denk dat ik de eerste dag en misschien ook wel de tweede dag echt wel actief aan het denken ben geweest. Maar vond ik ook even heerlijk. Ik dacht, ik heb mijn hele leven in tijdlijnen gezien waar ik nog nooit de rust heb genomen om over na te denken. Ja. Vond ik top. Ja, als we eens even naar het begin van de cursus gaan. Wat gebeurt er op de zogenaamde dag nul, de dag dat je aankomt? Dan komt gelijk voor veel mensen een gigantisch obstakel. Want dan wordt je gevraagd je smartphone uit te zetten en in te leveren. En die gaat dan de komende 10 dagen een kluis in. Nou, dat is voor sommige mensen en meer de laatste jaren echt een enorme stap. Dat heb je wel zien gebeuren natuurlijk, hè? En vooral de mensen die daar zitten, die inschrijvingen regelen, die kunnen daar echt hele smeuïge verhalen over vertellen. Over al die excuses die ze mogen aanhoren. Waarom die persoon juist niet afstand kan doen daarvan. Nou ja, maar daar zijn we onverbiddelijk. Dat gaat gewoon niet. Dan, je gaat de meditatiezaal in. Je legt een bepaalde ethische basis, die ethische code, een moreel kompas, of hoe je het ook wil noemen. En dan komen de eerste meditatie-instructies. En de eerste is, ga zitten in een gemakkelijke houding. De mensen die kunnen zitten in de kleermaker zit of op zo'n bankje. Degene die dat niet kunnen op een stoel, maar in een gemakkelijke houding. Rugrecht. En breng je aandacht naar de ademhaling in dat kleine gebied. Nou, dat lukt 1 seconde en je bent ergens afgedwaald. Dan komt de tweede instructie. Zodra je merkt dat je aandacht is afgedwaald en niet met het object van je meditaties, breng hem terug, zonder te oordelen. Bam. En daar zit je direct bij je eigen gedragspatronen. Ja. Want wat gebeurt er? Zodra je merkt, misschien ben je 10 minuten, een kwartier ergens in de wolken geweest, in het verleden of plannen voor de toekomst, wat dan ook. En op een gegeven moment merk je, ben niet aan het doen. En veel mensen beginnen dan gelijk te oordelen. Ja. Raken gefrustreerd, worden kwaad, worden verdrietig. En dan ben je eigenlijk al rechtstreeks op het niveau waar je eigen gedragspatronen zich tonen. En waar je de kans krijgt om daaraan te werken. Ja. En dat is eigenlijk het moeilijkste wat je kunt doen in dit leven. Dat is aan je eigen gedragspatronen gaan sleutelen. Ja, maar het kan wel. Ja, het kan. En dat begint rechtstreeks. Dat begint bij minuut 1 eigenlijk van de cursus. En dat gaat 10 dagen door. Waarom, want daar zou je dan ook gesprekken mee hebben. Waarom geven mensen op? Wat is de meest gehoorde reden? Goh, ja, dat is ook een... Ik snap het. Ik bedoel, dat zit ook gewoon niet in mijn aard. Dus misschien is het ook bijna een ego-ding waardoor ik het sowieso niet zou doen. Maar ik kan me gewoon echt niet voorstellen. Is het alleen maar omdat je gewoon nog benieuwd bent naar wat Cuenca vanavond de avond te vertellen heeft. En gewoon dat proces. Ik kan het echt niet voorstellen dat je dat proces wil stoppen. Ja, dat is dus ook... Wij vragen mensen ook echt die komen om een commitment met zichzelf te sluiten, dat ze echt 10 dagen, een verre kans geven en dat 10 dagen lang volhouden. En dan toch, soms op de eerste dag, dan komen mensen en zeggen, oh nee, dat is niks voor mij en ik had iets heel anders in gedachten of ik was helemaal niet voorbereid. Hmm. Want op het inschrijfformulier vragen wij altijd van, hoe heb je gehoord over Vipassana? Ja. En de mensen, en ik denk dat jij dat ook had, die schrijven ja, een vriend van mij of mijn moeder is geweest of die heeft me daarover verteld. En dan weet je eigenlijk gelijk, oh, die mensen zijn voorbereid. Want die hebben contact gehad met anderen die eerder geweest zijn. Maar veel mensen googlen gewoon en het eerste beste wat opkomt en oh, en dit is ook nog gratis, ja, daar gaan we naartoe. En die bereiden zich helemaal niet voor
En hebben dan op de eerste dag zoiets van, waar ben ik hier beland? Ja. En lopen gelijk weer weg. En andere mensen blijven wel de hele Anapana-periode, maar ja, het ontbreekt dan aan de kracht, als je zo wil, om ook de Vipassana in te gaan. En weer anderen kunnen wel een paar dagen in Vipassana oefenen en dan wordt het te veel. Ja, dat is een heel... Toen ik erover vertelde en dat een beetje deelde met mensen, waren er ook wel een paar mensen die hier toch een beetje bijna bang van werden. Ik weet dat mijn moeder, maar dat vond ik van tevoren juist heel schattig, die zei van ja, maar je wordt toch helemaal gek als je de hele dag aan het denken bent. Ik zeg ja, maar op een gegeven moment stop je met denken. Ja, maar zegt mijn moeder, als je stopt met denken, dan ga je toch dood? Want je moet toch ook weten... Nou, ik zeg, nee man, dan ga je dus helemaal niet dood. Want dat ademhalen gaat echt wel van nature. Hoef je echt niet over na te denken, toch? Nou ja, ik heb er echt daardoor een mooi gesprek met haar over gehad. Maar ik voelde wel, dat was niet zozeer bij mijn moeder, maar bij andere mensen wel, bijna een soort angst. Alsof je jezelf echt gek zou kunnen maken in zo'n week. Ja, wij gaan er echt vanuit dat mensen komen op het moment dat de tijd rijp is. Ja, precies. Kijk, deze cursussen die zijn niet voor iedereen geschikt. Daar hebben we het al even over gehad. Het is een hele diepgaande ervaring, een gigantische confrontatie met jezelf. En veel mensen zeggen van, oh, die stilte, dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar dat zijn eigenlijk maar hele kleine randverschijnselen, kleine aspecten. Dan zit je nog lang niet bij de eigenlijke, bij de eigenlijke klus die je gaat klaren. Nee, dat is wel het minst moeilijke van het ding, ja. Maar goed, zolang je die angst hebt, is het misschien nog niet het moment om te komen. En voel je op een gegeven moment wel van, nu wil ik het wel aangaan. Maar zeg je eigenlijk dat je al met een bepaald soort rust hier beter in kan stappen, in plaats van dat je het zou willen gebruiken om even, Nee, je hoeft, in principe is er geen enkele voorbereiding nodig of vereist. Alleen, mensen moeten nieuwsgierig zijn, moeten iets willen leren. En toch wel het commitment maken, ik ga dit proberen. Ja, precies, en ik ga dat proberen voor 10 dagen. Ja. Want het is heel vaak zo dat... mensen die komen dan naar je toe en zeggen van, ja, ik breek af. Want mijn meditatie is niet goed. En thuis heb ik heel veel te doen. En soms merk je dan, ja, mensen willen eigenlijk niet weg. Ze zitten gewoon even, ze hebben het moeilijk. En de eerste logische gedachte is dan, oh ja, mijn meditatie is niet goed. Dan kan ik beter naar huis gaan, want daar ligt nog dit en dat op me te wachten. Maar zolang er een kleine opening is, kun je mensen wel overtuigen dat het geen goed idee is en om voor te zetten. Maar soms is het ook zo dat mensen al in jeans en in zo'n leren jack aan alleen maar even gedag komen zeggen. Ja, en dan kun je niks, dan kun je alleen nog een goede thuisreis wensen. Ja. Heb jij het gevoel dat we in een tijd leven waarbij er meer vraag is dan ooit? Goh, ja, ik denk het bijna wel. Want we hadden het straks al even over die voorspelling die er was, dat 2500 jaar. En in Tibet was ook een hele mooie voorspelling. Die is qua jaartal minder precies, maar ik vind hem wel heel poëtisch. Die zeiden van, when the iron bird flies and horses run on wheels, the Dharma will spread all over the world. En dat is dus sinds een paar decennia aan het gebeuren is. De Dharma, de teachings uit India, uit het oosten, uit Japan, verschillende tradities, het verspreidt zich over de hele wereld. En de wachtlijsten zijn groot. Ja. Dus leven we in een goede tijd in de zin van dat heel veel mogelijkheden er zijn, leven we in een hele goede tijd. Want in de Vipassana-cursus hoor je ook die verhalen van een Amerikaanse wetenschapper die naar Burma ging voor zijn eerste cursus. Ja. Maar in de jaren 50 moest je dus echt per toeval of hoe dan ook in Burma terechtkomen, wilde je zo'n cursus doen. Nu kun je dat over de hele wereld volgen. Ja.
Heb jij daar nog zelf, of heb je die behoefte helemaal niet om dit ook nog wetenschappelijk te toetsen? Ik merk dat veel mensen, zeker in het Westen, wel die behoefte hebben. En er wordt een soort, met die gewaarwordingen wordt... het wordt niet zo gezegd door Cuenca, maar er wordt in ieder geval wel de insinuatie gelegd alsof dat ook echt daadwerkelijk bijna chemische reacties zijn die je dan voelt of zo. Hè? Waarvan je kan zeggen, hè, waar je met de wetenschap in je hand van, dat kan niet. Ben je daarmee bezig? Niet echt. Ik ben veel meer in die zin op de Oosterse manier bezig. De directe ervaring. Ja. Ik hoef dat niet met apparaten na te kunnen bootsen om iets te bewijzen. Ik vind dat geen belangrijk aspect. Je hebt, als je waspoeder in je wasmachine doet, het is genoeg om te weten dat je was daarmee schoon wordt. Welke chemische formule precies daarachter zit en hoe dat samen is gesteld, dat hoef ik niet te weten. En nogmaals, voor mensen die dat interessant vinden, is prima. Ik bedoel, als je ziet dat in Zwitserland het CERN gebouwd is, waar je een deeltjesversneller hebt, om de subatomaire deeltjes waar Boeddha 2500 jaar geleden al over had, om die op een microscopisch niveau zichtbaar te maken. Dan denk ik van voor wie dat leuk vindt, is dat prima. Maar om van, wat Boeddha zei, om van de ellende af te geraken, is dat niet nodig. Nee. Is het genoeg als je gaat zitten en je richt je aandacht naar binnen en je past een methode toe waarmee je je geest kunt zuiveren. Ach, ik merk, we zijn alweer lang aan het praten, Roger. Ik vind het fascinerend, ook omdat ik het natuurlijk meegemaakt. En ik geloof er gewoon heel erg in. Of het is niet eens een geloof, het is precies wat je zegt, een ervaring. Ik doe nog één kleine plaspauze en dan... dan heb ik nog wel een paar vragen. Oké. Laat ik om te beginnen even zeggen, dat bedacht ik me wel daarnet even tijdens het plassen. Altijd een goed even overzichtsmomentje. Het is een kleine... goed. Is dat ik het, dat, maar ja, tegelijkertijd ga ik daar nu misschien verwachtingen creëren bij anderen, maar dat er voor mij wel echt een periode is van voor de Vipassana en van na de Vipassana. Dat is wel echt, dat is ontzettend aanwezig. En in welke zin? Dat is natuurlijk voor mezelf wel een proces wat ik al in gang was gezet, en dit was daar misschien even een belangrijk moment in, dat je dus heel erg bewust bent van de gedachten en hoe je niet altijd je gedachten bent, maar dat die er gewoon kunnen zijn en je ook die weer kan laten gaan. En om gewoon is dat helaas niet, om het gewoon om het bij de feiten te houden. Hmm. Hoe het zit, niet met allerlei bijvoeglijkheid eraan en aannames, of zoals mensen zouden kunnen reageren, of zoals wat je zelf hebt ingeprent gekregen van hoe dingen werken. En als je dan even echt, ik maak toch maar weer een beetje de helikopterview, dat gebaar. Ja, daar kan ik gewoon sneller naar terug. En heeft mij, ik heb echt een paar dingen daar bedacht over hoe ik die ging veranderen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb best wel bijna dat ik even dacht, laat ik eerst even weer een beetje in de gewone wereld komen, noem ik het maar even. Maar vind ik het echt nog steeds? Voel ik het echt nog steeds? Ja, absoluut. Dus ik heb daar echt wel ook gewoon dingen in veranderd in mijn leven. Maar ik had toen al wel zoiets, en daar wil ik naartoe, dat ik wel voelde van maar elke dag 2 uur, geloof ik, dat Cuenca aanraadt. Ik zal eerlijk zeggen, maar dat had ik al toen ik er toch echt even helemaal in zat. Ik had geen moment dat ik dacht, dat ga ik ook doen. Dat bedoel ik helemaal, het klinkt nu misschien bijna lullig of stoer, maar dat is gewoon dat ik dacht, ik ben gewoon blij dat daardoor mijn normale meditatie veranderd is. Ik daar ook nog wel eventjes een soort van die scan in doe en op een of andere manier. Mijn ding is altijd, alles kan je trainen. Een meditatie kan niet goed of fout gaan. Het is gewoon de tijd ervoor nemen. En dat is altijd goed. Maar als je het vaker doet,
dan kan je wel sneller terug naar zo'n laagje of een gordijntje verder, zoals je wilt. Ja. Maar ik vraag me gewoon heel erg af hoe jij... Een standaard vraag in mijn podcast is altijd... Wat is je ochtendritueel? Even goed nadenken. Hoe laat moet ik het huis uit? En dan zet ik eigenlijk 2 uur eerder de wekker. Even opstaan, een beetje opfrissen. En dan een uur mediteren. En ontbijten en aan het werk. Maar dus maakt niet uit hoe vroeg ik de deur uit moet. 2 uur van tevoren. Min 2, ja. Ja, want kijk, aan het einde van de cursus wordt een beetje verteld van hoe kun je dit integreren in je dagelijks leven. En het advies is inderdaad elke dag een uur 's ochtends en een uur 's avonds. Dat is voor bijna iedereen een shock. Voor iedereen die voor het eerst komt, die denkt van ja... Ik heb het zo druk. Hoe kan ik in hemelsnaam 2 uur per dag mediteren? En wat dan ook vaak gebeurt is... Dan gaan mensen naar huis. En dan ga je mediteren. En dan merk je... Je meditatie is zoveel oppervlakkiger... dan wat je in die cursus mee hebt gemaakt. En dan krijg je meteen de suggestie van... Ja, als het zo oppervlakkig is, dan kun je het net zo goed laten. En dan doe je het niet meer. Of je denkt, ja, een uur is wel heel veel. Ik doe een kwartiertje. En dan probeer ik het op te bouwen. En dat is wat heel vaak gebeurt voor bijna iedereen. Dit is gewoon het moeilijkste überhaupt, om het te integreren in je dagelijks leven. En in het begin is het zeker zo dat je... honderden, zo niet duizenden suggesties krijgt van je geest... Wat je zou kunnen doen in plaats van te gaan mediteren. Ja. Als het je toch lukt om een bepaalde regelmaat erin te krijgen... dan helpt dat ook om een bepaalde continuïteit... en zeker om dingen te kunnen relativeren. Mm-hmm. Ik heb, als ik het dan toch even over mezelf heb, net een hele drukke werkperiode achter de rug. En voor mij is dat gewoon zo'n krachtig middel om te kunnen realiseren. Relativeren, ja, ja. Sorry. Ja. Dat je echt even afstand kunt nemen. En ook al ga je een uur zitten en het eerste half uur of het eerste drie kwartier slaat je hoofd op hol. De korte momenten die er dan wel zijn, dat je ziet van oké, het is allemaal, het komt en gaat. Dat helpt gewoon ook in het dagelijks leven. En als het lukt dat een aantal maanden zo te doen, dan merk je ook dat er bij jezelf iets verandert. In plaats van excuses te zoeken om niet te mediteren, ga je naar mogelijkheden zoeken om het wel te doen. Ja, dat ken ik nu al wel echt met het... Ja, wat bij mij dus inderdaad echt een kwartiertje geworden is. Dat is, net zo ononderhandelbaar als tandenpoetsen, zeg maar. Dat doe je gewoon niet. Waarom zou je het doen? Dus dat ken ik wel. En jij zegt, dat kan je natuurlijk ook oprekken. En een uur. Maar jij, en dan doe je dus 's avonds ook nog een uur. Ja. En, nou ja, je zegt het al een beetje met relativeren. Maar... Wat levert jou een dagelijkse 2 uur mediteren? Wat brengt dat jou? Het brengt in ieder geval dat je in contact blijft met de wat diepere lagen van de geest. Want in het dagelijks leven zijn we alleen maar bezig met alles wat om ons heen gebeurt. Met objecten buiten jezelf. En die 2 momenten per dag dat je je aandacht gewoon naar binnen richt... En naar je geest kijkt, hoe die functioneert, hoe die je voor de gek houdt, et cetera. Dat zijn hele waardevolle momenten om je niet te verliezen in wat in India samsara genoemd wordt. De illusies, alles wat om je heen gebeurt. Ja. Ja, en laat ik ook niet roomser zijn dan de pauze, want nu doe ik net alsof er geen dag voorbij gaat. En ik moet zeggen, dat heb ik wel een periode gehad. Maar het is inderdaad wel een soort hellend vlak, dat als je af en toe toch denkt, oh nee, nu komt het even niet goed uit. En
dat heeft meer te maken met gewoon een fantastische liefde in mijn leven. Nou, dat heeft allemaal erg te maken met dat proces ook, waar ik me, nou ja, door Vipassana onder andere ben open gaan stellen. Maar jij, kan je een dag herinneren waarbij het niet gelukt is om die 2 uur te doen? Dat zijn hele, hele zeldzame uitzonderingen. Dan moet er echt iets misgaan. Ja, precies. Wow. Dat je echt ineens onverwacht een hele lange werkdag hebt en 's avonds echt thuis komt en echt omkiept. Ja. Maar dat zijn echt incidenten. Ik probeer normaal gesproken. En doe je dat met je vrouw ook? Ja. Ja, dus dat is wel fijn. Ja, goed, wij zitten niet altijd samen door verschillende dagritmes. Maar het is in ieder geval wel fijn soms als je zelf ietsje langer kunt slapen en je staat op en je ziet, oh, daar zit al iemand te mediteren. Ja, dat is gewoon heel fijn. Ja. En de meditatie is dan echt observeren van je lichaam, je gedachten. Wat je ruikt, wat je... In eerste instantie je aandacht naar binnen richten. Ja. En proberen de geest een beetje te focussen. En dan zodra de geest gevoelig genoeg is, echt naar de gewaarwordingen. Ja. Kijk, een mooie... Jij zei net al, niks is zo moeilijk als je gedachtenpatronen aanpassen. Het kan dus wel. En er wordt een mooie link gelegd met... Heet het nou Sankara? De patronen, de rivieren, zeg maar. Ja, dat is de Pali-term voor de conditionering van je geest. Ja. De Sankara, je mentale reacties. Ja. En, nou ja, die zijn er. En ik vind het, ik zal nooit vergeten, er zijn een aantal supermooie vergelijkingen die ik nog dagelijks in mijn hoofd heb. Of anekdotisch hoor ik dan Nico Enka weer dat vertellen. Maar ik voelde wel, me nu eventjes te binnen schiet, is dat op het moment dat je een zaadje plant, dan komen daar heel veel dingen uit. En dat geldt ook dus voor negatieve dingen, zou je kunnen zeggen. Dat is op een gegeven moment, herinner ik me dat hij zo'n verhaal vertelt. En dan snap ik dus wel heel erg dat je jezelf kan trainen met, nou ja, wie goed doet, goed ontmoet. Dan kom je een beetje in een karma-achtige toestand. Maar... Ja, hoe zal ik het zeggen? Waar ik het een beetje te groot vond worden. En ook bijna, niet te doen. is op het moment dat hij vertelt dat je ook nog veel van die patronen hebt die niet ineens van jou zijn. Maar dat die zitten dan in je van ouders, voorouders. En pas als je die ook allemaal hebt laten verdampen. Ja, dan is het een keer klaar. Ja, het is een lange weg en een geleidelijk proces. Ja. Ja. Ja, nee, nogmaals, nee. Moet ook weer niet zo'n streven zijn. Dus dat weet ik ook. Dus daarom vind ik het ook leuk om het juist zo te brengen. Maar ja. Maar heb jij dat aan de hand genomen? Jij bent lekker bezig met pellen of de gordijnenlink die je maakt, de doeken. Maar kom je dan ook dingen tegen die helemaal niet van jou zijn? Maar dus inderdaad echt dat je denkt, oh nou, misschien is dat van voorouders of... Ja, ik probeer me zo min mogelijk af te vragen eigenlijk waar dingen vandaan komen. Maar zeker, je komt in cursussen soms dingen tegen van, dan denk je, hé, draag ik dat met me mee? Dat aspect ben ik nog nooit tegengekomen of zo. En weet je, dat alleen maar mensen die heel erg ver gevorderd zijn, en op dit moment zijn dat er niet veel op deze aarde, zien die samenhangen. Ja, ja, ja. Of iets van voorouders komt, uit een vorig leven enzovoort. Ja, ja. Dat is eigenlijk niet te zeggen. Maar de manier waarop je ermee kunt omgaan op het moment dat het zich manifesteert, dat blijft altijd dezelfde. Je bent je ervan bewust, je accepteert het, je weet... Het ontstaat, het vergaat, het ontstaat, vergaat. En dat is eigenlijk goed genoeg. Ik stel deze vraag ook omdat we naar het einde toe gaan. Ik heel benieuwd ben hoe jij aankijkt tegen de dood. Ook met dat waar we het net even kort over hadden. Wat in ieder geval... Hoe kijk je aan tegen de dood?
Ja, hoe kijk ik aan tegen de dood? Ik begon mijn hele verhaal eigenlijk met de ervaring van dood van mensen die dichtbij staan. Ja. En ik moet zeggen, alles wat ik in de tussentijd in boeken over de Dharma gelezen heb en ook mijn eigen ervaring in de meditatie. Ondertussen weet ik dat het een onderdeel van het leven is. Het laatste hoofdstuk. Daar kom je niet onderuit. Het hoort er gewoon bij het leven. En voor de ene komt het vroeger en voor de andere later. En we weten ook met geliefde mensen om ons heen, vroeger of later moeten we elkaar los kunnen laten. En daarin helpt die oefening mij ontzettend. Ja, als het om daar vergankelijkheid gaat, dan een heldere kijk te hebben van wat is het eigenlijk? Oh ja, het overkomt iedereen. Ja. En dus dat is de ene zekerheid in het leven. Het voorkomt iedereen. En de tweede zekerheid is eigenlijk, je weet niet wanneer. Nee. Tenzij je het moment zelf kiest. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Dus nee, ik ben het veel meer als onderdeel van het leven gaan zien. En daarvoor was wel de kennismaking met de Dharma nodig. Want dat had ik in westerse tradities eerder niet zo helder gehoord. Of het deed geen kwartje vallen op dat moment. Dat kan ook. En we weten het natuurlijk niet, maar het is leuk om te filosoferen. Jij bent iemand die ook heel belezen is en gewoon bezig met dit soort onderwerpen, zou ik zeggen. Wat denk je dat er gebeurt? Voor mij is wat je in deze traditie hoort eigenlijk een hele plausibele verklaring. Wat er zeker gebeurt is dat je lichaam daarmee stopt en eigenlijk op dat moment een waardeloos omhulsel is geworden. Ja. De geest, voortgedreven op de conditionering die we opgebouwd hebben, die stroomt door. Want in de leer van de Boeddha heb je het over een continuous mindstream. Dus de geest, zolang die nog mentale bagage met zich meedraagt, die gaat door, verbindt zich op de een of andere manier weer met materie, en in de een of andere vorm gaat dat door. En het is niet zo dat de entiteit Roger, die het in dit leven is, ook in een volgend leven weer is. Maar die stroom van geest, die mindstream met die bagage, daar wordt iemand in de toekomst weer mee opgezadeld. Ja, precies. Ja, dat zeg je mooi. Ja. En wat hoop je dat mensen later denken over Roger? Oh. Wat hoop ik dat mensen denken? Oh. Ja, het is een moeilijke vraag. Ja, klopt. Ik hoop in ieder geval dat de mensen die dichtbij hebben gestaan niet denken dat ik hun tijd verknald heb. Nee. Of hun leven verpest. Dat in ieder geval. En voor de rest hoop ik dat iedereen zo snel mogelijk kan loslaten. Ja. En verder gaat. Maar heb jij, want ik voel wel dat je, tenminste, daarom ben ik ook heel blij dat je hier ging komen. Weet je, het is niet een onderwerp waar nou zo vrij snel interviews voor gedaan worden of promotie. Het is allemaal niet nodig, weet je wat? Het is een apparaat, of dat klinkt ook bijna te zakelijk, maar het is iets dat gewoon van nature gaat. En, ja. Maar ik voel wel een mooie ambitie, toch wel echt een passie ook, om dit toch ook te verspreiden. Ja, daar is op zich ook niks mis mee om erover te vertellen en het bekend te maken, toegankelijk te maken. Maar zoals je zei, we maken niet echt reclame, want we krijgen nu de wachtlijst al niet weggewerkt. En dat vind ik, laat ik dat nog even zeggen, want misschien dat we hier heel veel mensen mee geïnteresseerd hebben. Het is helemaal ook, dat vind ik mooi, totale willekeur. Dus ik heb het daar met jou al even over gehad, of met iemand anders van de organisatie. Dat het gewoon echt een random computer is die selecteert. Dus er gaat niet iemand
het heeft geen zin, dat zeg ik vooral tegen mezelf met terugwerkende kracht. Het heeft geen zin om die formulieren zo goed mogelijk in te vullen. Om te denken dat je dan voorrang hebt of zo. Dat is nog redelijk recent dat dit systeem eigenlijk ingevoerd moest worden. En dan zijn we even op een heel praktisch niveau. Het was op een gegeven moment zo dat zodra zo'n cursus, daar staat bij wanneer de inschrijvingen opengesteld worden. En op een gegeven moment merkten verschillende centra in Europa, het zijn eigenlijk alleen maar jonge mensen die nog plekken krijgen, die dus heel goed en heel snel met de computer waren. Ja, precies. En onze eigen generatie en zo, die dan iets trager is, en die stonden altijd voor gesloten deuren. Dus daar werd gezegd, ja, dat is gewoon niet fair. We moeten het een bepaalde tijd openstellen en dan wordt geloot. En dat lijkt op dit moment de meest faire methode. Ja. En dan heb je wel nog verschillen van het ene land naar het andere. Sommige landen zitten met hele lange wachtlijsten, andere met iets kortere en zo. Maar in principe is dat nu de methode. Ja. Maar wat nog eventjes terug naar jou. Daar zit toch wel een soort... Ja, heb je ambities eigenlijk? Heb ik ambities? Ja, dat klinkt een beetje als een gekke vraag nu. Maar ik bedoel meer te zeggen... waar we het net over hadden, de passie om... misschien wel de Vipassana bij zoveel mogelijk mensen. Ik merk zelf, laat ik voor mezelf spreken... Ik gun het iedereen. Hoe ingewikkeld het ook kan zijn. Maar ja, ga het aan, zou ik zeggen. Nou ja, mijn ambitie is zeker om zoveel mogelijk tijd vrij te maken... om cursussen te kunnen begeleiden. Als het even kan. Dat is zeker een ambitie. Want dat is het mooie. En we hadden het daar straks even over. Krijgen de assistentleraren dan betaald? In die zin wordt er geen verschil gemaakt tussen Dhamma Service, zoals dat dan heet. Alles wat ingebracht wordt door mensen is even waardevol. Degene die in de keuken staat te koken, die de office runt of die de tuin onderhoudt, of de leraar die op de Dhamma seat zit, alles is op hetzelfde niveau. En dat maakt ook dat je je best doet om je motivatie zo zuiver mogelijk te houden en iedereen met respect behandelt. Want voor de meeste mensen die komen helpen op zo'n cursus, is dat ook een fantastische ervaring. Terwijl het in de keuken echt hard werken is. Dat is echt aanpoten. Maar als je s'avonds, nadat de studenten gaan slapen, hebben we altijd nog zo'n sessie met de helpers. En als je dan vaak moe gezichten, maar meestal blije gezichten. En zeker aan het einde van de cursus. En sommige mensen hebben daar vriendschappen voor het leven gesloten. Ja, geloof ik, ja. Door in zo'n team voor 10 dagen te werken. Want dat is... Goenka die zegt dat een hele zeldzame kwaliteit is. Dat mensen, zodra ze de vruchten geproefd hebben van de Dhamma, dat je dan de wens ontwikkelt om iets voor anderen te doen. Mm-hmm. En je eigen energie beschikbaar stelt. En gaat helpen op zo'n cursus. Daarom is het zo mooi om al die mensen te zien. Houdt ook in dat het organisch moet groeien. Ja. Want je zei straks, ik gun het iedereen. Ja. Maar je kunt niet zomaar nieuwe centra neerzetten. Nee, dat begrijp ik ook. Want je krijgt, hoeveel cursussen ook aanbiedt, je krijgt ze altijd vol met kandidaten. Maar je moet ook die helpers, dat moet organisch groeien. Want die heb je echt nodig om zo'n cursus te kunnen runnen. Dankjewel, Roger, dat jij voor nu in ieder geval je energie hebt gegeven. En, nee, maar echt. Ik moet zeggen dat je mij wel stimuleert. Want ik zit dan wel van, ga ik het nog een keer doen? Ja, ik zou dat echt wel willen. Wanneer dan, weet ik niet. Maar misschien dat ik juist ook wel als oud-student, want dat mag ik mezelf dan zo noemen, ook die rol op mij neem. Want dan mag je toch ook nog wel even mediteren. Je mag toch ook wel... Zeg maar een beetje in de keuken en een beetje... Als je helpt. Ja. Ja. Die mensen die mediteren ook minimaal 3 uur per dag. Ja, precies. En voor de rest zijn het praktische taken. Dus ik ga dat doen. Ja, dat vind ik echt mooi. Ja. Nee, maar dat is een hele mooie ervaring. Want dat is eigenlijk meditatie in actie. Ja. Want je hebt wel de kans om te zitten.
Plus je bent die 10 dagen in die atmosfeer. Ja. Dat helpt ook ontzettend om weer een beetje bij jezelf te komen. En daarnaast doe je gewoon praktische dingen. Ja. Dus is een mooie mix. Ja, mooi. Meer informatie, Dhamma, dat is dhamma.org. Ja. Daar staat het allemaal. En er is dus ook eentje in België. En er komt er eentje in Nederland. Er komt binnenkort een centrum in Nederland, ja. Top. Dankjewel, Roger. Voor een fantastische ervaring ook weer hier. En ik was weer even helemaal terug en lekker. En jij bedankt natuurlijk voor het luisteren, kijken wat je ook doet. Als je kijkt, dan is het YouTube, dan kan je op abonneren klikken. Dat is gewoon handig als je het doet voor ons eigenlijk, zeg ik. Want dat vindt Google heel belangrijk. Laat ook een reactie achter. Bij YouTube kan dat. Dat kan natuurlijk ook bij iTunes. En anders dan doe je het gewoon via de social media. Heb je social media eigenlijk, Roger? Denk ik niet, hè? Nee. Nee, heerlijk. Heerlijk. @Giels, tag me vooral als je bijvoorbeeld op Spotify dit checkt en deel het. En deel het met de wereld. Dat zou mooi zijn. Ook deze koekeroevruchten, zeg maar. Bedankt voor het luisteren. Dat wilde ik nog zeggen. Dat had ik eigenlijk aan het begin willen zeggen. Want dit heeft meer dan een jaar geleden gespeeld met Koen de Jong. Die heeft een fantastisch boekje, 10 dagen stil. Daar gaat het nog wat meer, ik dacht, ja, dat hebben we al besproken, eigenlijk wat de Vipassana nou inhoudt. Maar we hebben het hier ook wel besproken. Bedankt voor het luisteren, jullie al. Tot de volgende, zonnegroet. Hoi.